Als het goed is, is die gestart. Yes. Yep. Top. Nou, goedenavond iedereen. Inmiddels zitten we op 57 mensen in deze eerste meetup van de Nederlandse Windows Virtual Desktop User Group. Laten we eerst eventjes de agenda doornemen. Niels en ik zullen zo een korte introductie doen van de User Group. En vervolgens is het woord aan Robin en Gert-Jan. Robin en Gert-Jan hebben heel wat ervaring met het uitrollen en het beheren van Windows Virtual Desktop. En zij zullen jullie alles gaan vertellen over eigenlijk wat zij hebben geleerd de afgelopen periode. Praktijkervaringen, tips en tricks. En eigenlijk alles wat we willen weten over Windows Virtual Desktop. Yes, dan hebben we wat huishoudelijke mededelingen. Graag de microfoon en camera uitzetten tijdens de presentaties. We willen het wel graag interactief houden, dus je kan je vragen gewoon stellen via de chat. Esther modereert de chat. De vragen zullen tijdens de meeting ook beantwoord worden. Ik zal er zelf ook aan meewerken. Verder worden onze slides worden beschikbaar gemaakt, die van Robin en Gert-Jan niet. Ja, we nemen de meeting wel op, dus je kan hem altijd terugkijken. En de link daarvan zullen we beschikbaar maken via de meetup-pagina. Yes. Nou, eerst eventjes laten we beginnen met in ieder geval het team achter de Nederlandse Windows Virtual Desktop User Group voorstellen. Als eerst wil ik vragen of Bas het een en ander kan vertellen. Tuurlijk. Ja, goedenavond allemaal. Nou, inderdaad, 60 man. Een behoorlijke opkomst voor een eerste meeting. Welkom allemaal. En hartelijk dank dat jullie de tijd nemen, zoals al werd gezegd, eerder in jullie eigen tijd om hierbij te zijn. Nou, ik ben een van de crewleden, zeg maar. Mijn naam is Bas van Kaam. Ik ben field CTO voor het bedrijf wat heet Nerdio. Wij doen ook van alles met WVD, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Ik woon zelf in de Velzenbroek, waar ik een halfjaartje geleden naartoe ben verhuisd. Ik ben verloofd met Tineke en we gaan volgend jaar trouwen. Ik ben vader van 3 kids, behoorlijk actief in allerlei andere community gerelateerde zaken ook. Aan een aantal boeken gewerkt, honderden blogs geschreven en geredigeerd. Volgens mij staat de teller zo'n beetje op 450, zoiets. De laatste keer dat ik keek, doe normaal gesproken ook wel redelijk wat presentaties. Dat doe ik natuurlijk nog steeds, maar ik bedoel dan in person. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje lastig de afgelopen maanden. Met hier en daar een uitzondering zo hier in Nederland. Dus dat is wel leuk voor de afwisseling. Betrokken bij de podcast EUC Digest. Dus als je die nog niet kent, ook even naar zoeken en even een paar afleveringen luisteren. Superleuk. Veel tijd breng ik door met mijn kids en mijn vriendin natuurlijk ook daarbij. Bloggen en schrijven zijn hobby, dus een beetje van hobby werk kunnen maken, maar ook wel een beetje vice versa. Ik ga 4-5 keer in de week hardlopen, dus als jullie ook actief zijn op Strava en willen connecten daar, nou, altijd leuk om anderen ook te volgen die actief zijn. Sportief actief bedoel ik dan met name. Ja, datzelfde geldt eigenlijk voor mijn overige socials. Bas van Kaam op Twitter, LinkedIn, Facebook is dan wel iets meer privé. En de bovenste twee wat meer... ja, zakelijk gedreven zou je kunnen zeggen. En ik ben ook een actieve MVP'er voor de categorie Enterprise Mobility, waar WVD en RDS beide een onderdeel van uitmaken. En nog niet zo lang geleden zijn we ook het Tech Insider programma begonnen, ook een community gedreven programma rondom alles wat met Nerdio te maken heeft. Dus als je daar even op zoekt, vind je ook van alles. Nou, dat ben ik in een notendopje. Dan wil ik iedereen een hele leuke en leerzame avond wensen. En ik ga zelf ook gezellig meekijken en meechatten en noem het maar op. Dat was het. Dankjewel, Bas. Tuurlijk. En nu aan Esther. Ja, nu aan mij. Ik denk dat een aantal mensen mij ondertussen wel een keer tegen zijn gekomen binnen de community. Mijn naam is Esther Bartel. Ik ga al een tijdje mee. Ik ga niet precies vertellen hoe lang, maar het is meer dan 20 jaar ondertussen. Voornamelijk gefocust op end-user computing. Begonnen vooral met Citrix implementaties en ondertussen ook enthousiaste Windows Virtual Desktop aan het implementeren en automatiseren. Naast de bijdrages aan de verschillende community programma's, CTP, MVP, ben ik ook een paar jaar geleden samen met de andere vrouwen binnen het CTP programma een Women in Tech mentorship programma begonnen. En ik maak altijd het grapje dat het echt geen datingshow is.
Dat is allemaal al gelukkig heel lang goed geregeld. Maar het is vooral bedoeld om de vrouwen binnen de community iets zichtbaarder te maken, een netwerk te bieden, zodat ze ook met gelijkgestemden kunnen sparren. Dus zijn er vrouwen die... dat klinkt alweer bijna als een oproep. Ken je enthousiaste women in tech? Laat het me weten en dan kan ik ze een keer uitleggen hoe ons programma werkt. En de focus, zoals ik net al zei, voornamelijk op DevOps automation de laatste jaren. En daar probeer ik zoveel mogelijk van te delen met de community. En voor de rest, geniet van de avond. Stel alle vragen in de chat. Als je niet hardop durft te zeggen, ik onderbreek de sprekers wel. Dat is ondertussen wel volgens mij een soort trademark geworden. Gebruik mijn enthousiasme om nieuwe dingen te leren. Door mij in ieder geval ook met wat vragen te voeden. En dan gaan we volgens mij een hele leerzame avond hebben vanavond. Top, dankjewel Esther. Zeker, nu ben ik aan de beurt. Niels Kok, 29 jaar, ik kom uit Enkhuizen. Ik woon samen met mijn vriendin. Ik ben technisch consultant bij Rapid Circle. Daar doe ik aan Microsoft 365, Azure en DevOps. Net zoals Azure of als Esther hou ik me veel bezig met automation binnen het WFD-platform. Dus het image management en host pools en het autoscaling gedeelte. Verder schrijf ik veel blogs over techniek. Dat gaat ook over de Microsoft 365, Azure en DevOps. En ook een kleine focus op WFD. Die kun je vinden op Niels Koch. Hebben jullie misschien wel wat voorbij zien komen. Als ik daar nog tijd over heb, dan zie je rechtsbovenin zie je mijn motor. Daar rijd ik graag nog af en toe een rondje op. En ik in de donkere dagen speel ik ook nog wel eens een game. En dan kun je links zien, dat is mijn setup. Stefan. Yes, dankjewel. Nou, mijn naam is Stefan Dingemansen. 31 jaar oud, woon in Dordrecht samen met mijn vrouw. Op dit moment werk ik voor Veerman ICT als platform engineer. En binnen deze rol hou ik me eigenlijk voornamelijk bezig met werkplek virtualisatie. Met de focus op Azure. Een groot WVD-fan. Sinds korte tijd ook veel bezig met DevOps. En zoals jullie misschien weten ben ik een van de medeoprichters van de WVD-community. En eigenlijk in mijn vrije tijd, als ik niet met werk bezig ben, dan probeer ik af en toe nog eens op de fiets te stappen. En zo ook nog een beetje sportief te doen. Nou, en onderop heb ik nog een aantal contactgegevens. Ik probeer een blog bij te houden. Je kan me volgen op Twitter. En als je ooit eens een keertje een vraag hebt of iets wil aangeven, ja, mail mij vooral. En wij hebben ons nu voorgesteld. Ons doel was eigenlijk toch om te kijken of we dit op de een of andere manier een klein beetje interactief konden gaan maken. Wat we hebben gedaan is, we hebben twee vragen voorbereid. Die kunnen jullie heel eenvoudig beantwoorden door naar een URL toe te gaan en daar een code in te vullen. En we zijn eigenlijk benieuwd of dit überhaupt gaat werken op deze manier. Of het een beetje binnen de tijd ook te doen is. Waar we eigenlijk voornamelijk benieuwd naar zijn is, oké, deze hele usergroep draait eigenlijk om jullie. Wij willen kijken of wij content, presentaties, workshops kunnen aanbieden waar jullie interesse in hebben. En eigenlijk op deze manier kunnen we kijken wie zitten we in de call. Ja, nou, ik zie de eerste resultaten ook al binnenkomen. Het ziet er goed uit. Kijk eens. Ik zie toch wel veel, toch wel volledige productieomgeving. Dat stemt maar gelukkig. Maar ik had daar eerlijk gezegd wat minder van verwacht. Maar het ziet er goed uit. Nou, er zijn nog een aantal mensen die er nog geen ervaring mee hebben, zo te zien. We zitten inmiddels op 28 stemmen. Hier, dat werkt als een trein, joh. Ja. Ja, het is toch altijd spannend. Ja, het ziet er goed uit. Uitproberen. Ja, toch wel veel al... Eigenlijk mensen in deze call die het eigenlijk gewoon al in productie gebruiken. Of toch bezig zijn met een proof of concept of een testomgeving. Nou ja, misschien, ik denk dat het dan goed aansluit ook bij de presentatie van vanavond. Ja, denk ik ook zeker.
om toch, als je er nog geen ervaring mee hebt, dan ga je al het een en ander leren. Maar ik denk zeker als je er al ervaring mee hebt in productie, dat je nog steeds veel ervan zal gaan leren. Nou, 42. Ik denk dat we best door kunnen gaan naar de volgende vraag. Eigenlijk een hele simpele. Wat is wat je nu doet? Als het goed is, moeten we de volgende vraag ook in beeld zien. Zie je nu de volgende vraag inderdaad. Zitten we hier met technische mensen? Zitten we met sales? Zitten we met consultants? Kijk, heel veel mensen willen consultant in. Heppa, daar gaan we hoor. Kijk eens. Architecten zie ik voorbij komen. Workspace. Cool. Het is, voornamelijk heel veel technici zie ik voorbij komen. Service desk. Systeembeheerder. Kijk eens. Workspace consultants, cloud consultants. Nou, over het algemeen zie ik wel heel veel technische mensen. Dus dat is denk ik perfect voor deze eerste sessie. Ik denk ook niet dat we nog heel veel meer stemmen gaan krijgen. Dus laten we gewoon verder gaan met de presentatie. Zoals ik net al aangaf, wil ik toch heel eventjes de WVD-community aanhalen. Uiteindelijk is het ook een van de redenen natuurlijk dat wij de Nederlandse usergroep hiervoor zijn begonnen. Samen met Neil McLaughlin en Patrick Kühler zijn wij verantwoordelijk eigenlijk voor de WVD-community. Nou, wij plaatsen elke zondag een newsletter. In de loop van de week verzamelen we eigenlijk al het nieuws omtrent WVD. Die publiceren we. Eén keer in de twee weken proberen we met z'n drieën een podcast te maken. Nou ja, onze WVD-community website, zoals je ziet, is ook aardig in trek om gewoon de verschillende artikelen en de newsletters te lezen. En ik denk toch wel het mooiste wat we tot nu toe hebben is onder andere onze Slack-channel. Meer dan 700 mensen zitten daar inmiddels op. Waar je eigenlijk gewoon alles wat je wil weten, weet over WVD kan plaatsen. Als je vragen hebt, als je hulp nodig hebt, kom vooral een keertje naar de Slack-channel. Via de invite-link op de website is het heel eenvoudig om je aan te melden. En eigenlijk is dat ook is eigenlijk deze usergroep is gewoon een gevolg hiervan. Een paar maanden geleden in juli zelfs, heeft Bas van Kaam een mooie tweet de wereld ingeslingerd. En eigenlijk binnen 24 uur waren er al meerdere usergroups gemaakt, wereldwijd. En wat eigenlijk het doel ook van deze usergroep is om gewoon alle content omtrent WVD, in dit geval in het Nederlands, aan te bieden. Maar ook om een plek te bieden aan andere mensen om bijvoorbeeld een keer te spreken, een presentatie te houden. Wat laagdrempeliger, het is gewoon in het Nederlands, dus het is misschien ook wat makkelijker voor andere mensen om dit te gaan doen. Dus ja, als je verveelt op een avond, er zijn inmiddels genoeg usergroups. Je kan met genoeg meekijken, de meeste worden opgenomen. En er komen vaak hele interessante gastsprekers voorbij. Ja, gaan we verder naar het nieuws. Van de afgelopen weken, we bespreken de nieuwtjes rondom Windows Virtual Desktop. Ja. Nou, hier gaan we eventjes een beetje rap doorheen. We hebben eens een aantal evenementen. Onder andere op 25 februari organiseert Patrick en Simon Binder een groot evenement. Hebben zij dit opgezet de afgelopen weken. Eigenlijk iedereen die je wel een beetje kent vanuit de WVD-wereld zal er ook een sessie gaan geven. Wat denk ik nog mooier is als je zelf een sessie hebt. Dan kan je deze ook aangeven daar. En wie weet kan je ook op dit mooie evenement spreken. Je kan je registreren via wvdtechfest.com. En ja, dan hebben we er zo nog eentje op 4 december. Een evenement georganiseerd door Microsoft. Zoals je ziet is het een aardig dagvullend programma.
Er zullen veel Microsoft-experts en partners aanwezig zijn. En eigenlijk vertellen ze gewoon voornamelijk over het design, het optimaliseren van een WVD-omgeving, use cases. Er zal een partner roundtable zijn, waar onder andere ikzelf, maar ook Bas van Kaam aanwezig is om een aantal onderwerpen te bespreken. Ja, een ander nieuwtje is de support voor Terraform. Terraform is een tool welke je deployment kan doen via infrastructure as code. Ze zorgen voor een beter leesbare code en deployment plans, approval structures en collaboration runs. Dat betekent eigenlijk dat je gemakkelijker samen kunt werken om een Switch Desktop deployment te doen. Het zorgt ook voor beter leesbare code als je niet comfortabel bent met JSON en ARM templates. Is het zeker een tip. Deze tool is nu geüpdate zodat hij de laatste versie van Windows Virtual Desktop ondersteunt. Dat ook wel de Spring Release of de ARM versie van Windows Virtual Desktop genoemd. Nou, hebben we nog een client update. Ik heb eventjes twee dingetjes neergezet. Eentje is al wat langer mogelijk. Wilde ik toch nog eventjes aanhalen. Sinds de latere versies is het heel makkelijk om met meerdere accounts te subscriben en je resources zichtbaar te krijgen. En sinds de laatste versie is het nu ook mogelijk om, als je de per user installatie hebt gebruikt, om ook de client automatisch te laten updaten. Zorg ook altijd ervoor dat je uiteindelijk een aantal clients in die insider ring hebt. Dan krijg je deze updates gewoon een paar weken van tevoren. Kan je ze testen, feedback terugkoppelen aan Microsoft. En zo kunnen we de client nog beter maken. Dan heb ik ook nog een update over de WVD Admin Tool. De WVD Admin Tool is, voor de mensen die het niet kennen, is een tool die is geschreven door Marcel Meuren. Dit doet hij voor de community. Het is een tool die gratis beschikbaar is om te gebruiken. En eigenlijk kan je met deze tool, ja, eigenlijk alles wat je in een WVD deployment zou moeten kunnen doen, kan je hiermee doen. En dan hebben we het over het maken van je images, het maken van je hostpools, het uitrollen van je machines, het customizen van je machines. Eigenlijk alles zit in deze ene tool. Marcel steekt hier heel veel tijd in om dit te maken. Dus het is natuurlijk super gaaf dat dit sowieso gewoon gratis beschikbaar is. In de laatste versies heeft hij een aantal interessante onderdelen toegevoegd. Onder andere de support voor de Shared Image Gallery. Maar ook dat je bijvoorbeeld nu scripts kan runnen vanuit een session host. En ze hebben ook bijvoorbeeld availability zones worden nu gesupport bij de uitrol van WVD. Dus als je het nog niet kende, het linkje staat eronder. Het komt inmiddels ook op de chat. Dus doe er je voordeel mee. Zeker, dit vind ik zelf ook een hele gave. Ryan Mangan heeft een quick start guide geschreven in de vorm van een e-book. En hier staan drie secties, het gaat eigenlijk over drie stukken binnen het e-book. De eerste stuk gaat over de architectuur binnen het WVD, dus hoe werkt de reverse connect, hoe werkt de load balancer, hoe zit dat in elkaar, wat moet je zelf beheren, wat wordt beheerd door Microsoft. De tweede sectie gaat over deployment, image management, het deployen van hostpools, het inzetten van een OTAP model. De derde en laatste sectie gaat over het optimaliseren van je WVD-omgeving. Dat zal ook het script wat door de Global Black Belts voor Windows Virtual Desktop is gereleased. Welke je Windows Store apps weghaalt en dergelijke. En de boel optimaliseert. Wordt er ook in besproken. Verder heb je nog wat tips voor troubleshooting. Ik denk dat dit een aanrader is voor zowel de gevorderde gebruiker als degene die net beginnen. En je kunt deze link ook terugvinden, want we delen de slides. Ik zie ook nu dat Esther ze deelt in de chat. Dat is perfect. Nou, misschien nog iets waar jullie zelf inmiddels ook een keertje tegenaan zijn gelopen. Ik in ieder geval wel. Bij het gebruik van Windows 10, de 2004 versie, kan het zijn dat wanneer een gebruiker inlogt via de webinterface of via de remote desktop client, dat uiteindelijk de Explorer crasht, de gebruiker niks meer kan doen, een flikkerend scherm ziet en eigenlijk niet kan werken. Dit is al een paar weken bekend. Het heeft even geduurd voordat er ook vanuit Microsoft bevestiging kwam dat het inderdaad een issue is in de 2004 release. Zowel de single session als de multi-session omgeving. De enige workaround tot nu toe
was eigenlijk het herstarten van de Windows Search Service. Een aantal mensen op de tech community site hebben een workaround bedacht met een taak die de restart uitvoert op het moment dat er een bepaald event voorbij komt. Nou, inmiddels heeft Microsoft aan een oplossing gewerkt en hiervoor is ook een update beschikbaar gekomen. Volgens mij moet je voor, als je nu deze update wil krijgen, moet je nog even handmatig zoeken. En ik verwacht dat die in de komende patch Tuesday meegaat. Ik heb het zelf nog niet kunnen testen of het hiermee ook opgelost is. Maar goed, het schijnt dat het deze update, dat dit de oplossing is in ieder geval. Mocht je wat meer informatie erover willen hebben, op de website van Thomas Poppelkaart staat een mooi stuk geschreven over wat er precies gebeurt als dit probleem speelt. En dan MSIX App Attach, wellicht bij jullie bekend. Het is nu, hoe je dat nu deployt en hoe je dat nu gebruikt, gaat het via PowerShell. En het is heel lastig te administreren op dit moment. Je kunt nu niet vanuit een GUI die App Attach assignen aan users en dat zorgen dat het in je hostpools beschikbaar is. Het is verder een tool om applicatievirtualisatie te realiseren. Er komt een nieuwe versie van MSIX App Attach en dan komt die in de portal beschikbaar. Het belangrijkste verschil is dat je vanuit de portal dan de applicatie kunt toewijzen. En Steve gaat ook nog een stukje vertellen over een nieuw image format. Of een nieuw bestandsformaat voor de harddisk waarop landen. Dus Steve, take it away. Ja, zoals je misschien, het is waarschijnlijk iets lastiger te zien als je niet weet waar je moet kijken. Maar in de screenshot van Niels zie je onder andere dat er een .sim package wordt aangeboden als MSIX package. Heb ik een stukje informatie voor jullie. Eigenlijk is SIM is een nieuwe file extensie wat ondersteund wordt op Windows 10 2004. Je kan het vergelijken met een WIM bestand of zeg maar een read-only VAD-bestand. Vanuit Microsoft is er eigenlijk nog vrij weinig gedeeld met betrekking tot de SIM-extensie en het SIM-FS-vel-systeem. Ryan Mangan heeft hier afgelopen periode heel veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk door middel van reverse engineering is hij erachter gekomen wat het precies doet, wat het kan, hoe het werkt. Het grootste voordeel ten opzichte van de VAD-oplossing is voornamelijk de snelheid in het mounten en unmounten van de virtuele disken. In het screenshotje, en dat is dus het enige wat er vanuit Microsoft beschikbaar is, worden ook de gemiddelde tijden aangegeven tussen een VAD en een SIMFS-filesysteem. Ja, als je hier meer over wil weten, kijk vooral even op de blog van Ryan. Hij heeft ook op GitHub veel tools beschikbaar gesteld. Hij heeft een aantal applicaties beschikbaar gemaakt, zoals Pinball, die je dus met het volgen van zijn quickstart eigenlijk kan gaan gebruiken. En ook een tooltje om bijvoorbeeld de SIM packages te kunnen mounten en unmounten. En zoals Niels al aangaf, ja, dit zal beschikbaar komen vanuit de portal. En ze verwachten dat dit nog ergens dit jaar gaat gebeuren. Ja, in preview. Dat het einde dit jaar in preview is. Dat je dan kan testen. En dan wanneer het GA is nog niet bekend. Nu moet ik het over een Bas' onderwerp gaan hebben. En dat moet ik dan wel goed doen natuurlijk. Wat is Neurio? Neurio is een Neurio Manager voor VVD. Is een tool waarmee je images kunt beheren. En verder het aanmaken van hostpools en het autoscaling gedeelte kun je hierin beheren. Dus als je alles in een GUI wil doen en het heel gemakkelijk wil beheren, dan kun je kiezen voor Neurio. Dit helpt je ook om kosten te besparen door middel van autoscaling. Er is nu, om het te testen, kun je nu een Community Edition downloaden vanaf de Neurio Tech Insider Community. Dat betekent dat je niet hoeft te betalen voor de Neurio licenties. Uiteraard moet je nog wel nog steeds betalen voor de computerkosten die je gaat aanmaken als je hem de omgeving aanmaakt. Dus ideaal om in je MSDN-subscriptie aan te maken. Ik zou zeggen, test het uit. Ja, het is volgens mij ook een vereiste. Je mag dit niet in een testomgeving, in een zakelijke testomgeving gebruiken. Dit is echt bedoeld om in je eigen lab, in je eigen speeltuin gebruik te kunnen maken van Neurio. En dan komen wij bij het laatste stukje voor het nieuws. Inmiddels alweer een paar weken geleden
Is natuurlijk Microsoft Ignite geweest. Er zijn een aantal nieuwe aankondigingen gedaan. Wat betreft nieuwe features binnen WVD. Nou, we hebben er even een paar opgesomd. En dit zijn denk ik wel de grootste en de belangrijkste die erin zitten. Microsoft is bezig met een screen capture protectie. Dus net zoals dat je dit van Citrix kent, kan dit helpen om te voorkomen dat de gevoelige informatie vanuit een sessie gescreenshot wordt en gekopieerd wordt. Microsoft is bezig met single sign-on door middel van ADFS voor de Spring release. Dit is al mogelijk voor de Classic variant, voor de Fall release. Zolang Microsoft nog geen ondersteuning biedt voor Azure AD gejoinde sessie hosts, zullen ze toch op deze manier single sign-on beschikbaar gaan maken. Wat ik zelf een hele coole vind, is de Start VM on Connect. Wat dit eigenlijk inhoudt, is dat je automatisch je VDI session hosts zou kunnen uitzetten. Op het moment dat een gebruiker gaat aanmelden en zijn of haar sessie host staat nog niet aan, is nog niet allocated. Dan zal het platform ervoor zorgen dat deze machine wordt opgestart. Waarna de gebruiker alsnog kan gaan aanmelden. En Microsoft heeft aangekondigd dat er een integratieondersteuning komt vanuit Microsoft Endpoint Manager. Dat betekent eigenlijk voornamelijk dat een virtuele sessiehost kan worden geënrold in Intune. Om vervolgens te worden beheerd door dezelfde portal en dezelfde methodiek als waar je eigenlijk ook je fysieke clients mee beheert. Op dit moment is het alleen nog maar gesupport in single sessie. Multisessie zijn ze mee bezig. Maar daar hebben we nog niet heel veel informatie van. Dus had je ook verteld dat bij het Start VM on Connect dat er ook een auto shutdown bij hoort? Of heb je dat niet gecoverd? Ja, dan kan je natuurlijk zelf zou je dat kunnen instellen. Ja, precies. Gebruik kunnen maken van de functionaliteit in FS Logic. Op het moment dat een gebruiker afmeldt dat hij een shutdown geeft. Je zou het kunnen doen na een bepaalde ijdeltijd dat je dit kan doen. Cool. Maar het mechanisme erachter is natuurlijk puur voor het starten van de sessie-host. Dus ik ben wel benieuwd wanneer dat dit komt. Dit is eigenlijk alles wat op de roadmap staat voor november, december dit jaar nog. Dus ik denk dat we daar op redelijk korte termijn wel iets van kunnen gaan verwachten. Zeker. En je hebt zelf ook nog wat testen gedaan met het Endpoint Manager verhaal. Daar heb je zelf nog wat blogs over geschreven. Dus als je daar wat meer informatie over wil hebben, dan kun je op Stefan's blog desbetreffende informatie vinden. Ja, dat is voornamelijk eigenlijk het begin ervan. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn machines gesynchroniseerd worden naar de Azure AD. Dat ze hybrid domain joined kunnen worden. En vervolgens ze enrollen in Intune. Ik moet heel eerlijk zeggen, de andere blogpost die liggen al eventjes klaar. Die moet ik nog finalizen. Er is meer te doen dan dat ik af en toe tijd heb. Maar die komen er zeker aan. Ik denk ook zeker dat dit een interessant onderwerp is. Op het moment dat die machines wel native Azure AD joined kunnen worden. Want dan is uiteindelijk Microsoft Endpoint Manager in combinatie met Intune. Ja, eigenlijk de enige manier om ze te kunnen managen. Om policies uit te rollen. En om de juiste settings op het juiste moment toe te passen. Ja, want er gaat natuurlijk een punt in tijd komen wanneer dat alleen in Azure AD kan. En dat je dat op dat manier moet managen. Dus geen group policies meer, klopt. Precies, een tip is dus om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Zodat je in ieder geval een beetje weet hoe het ongeveer in elkaar zit. Ja. Dat je er een beetje feeling bij krijgt. Want er gaat een moment komen dat het de bedoeling is om het alleen in Azure AD te joinen. Ja, dit was eigenlijk voor ons het gedeelte, de introductie in de user group. En een deel van het nieuws van WVD, over WVD. Dus ik wil nu graag plek en ruimte maken voor Robin en Gert-Jan. Die gaan jullie alles vertellen over hun praktijkervaringen met Windows Virtual Desktop. Ja, dankjewel. Ik ga het scherm delen. Ja, als het goed is, is de mijne niet meer gedeeld. Klopt. We gaan hem even in... En nogmaals, als je vragen hebt over wat je ziet, stel ze gewoon gelijk in de chat. Dan kunnen we ze zoveel mogelijk gaan we dat beantwoorden. En na de presentatie van Robin en Gert-Jan hebben we ook nog een discussiestukje. Dus als je meer vragen hebt of je wilt bespreken, dan kun je dat inbrengen. Ja. Ja. Ja, ik ben actief. De slides zijn zichtbaar hier. Ja. Yes. Ja. Even nog. Zorgen dat hij
Ja. En even huishoudelijke vragen, want ik vind dat ik het altijd wel even netjes moet vragen. Of jullie het vervelend vinden als ik jullie in de reden val. Omdat ik belangrijke vragen in de chat zie. Of dat je zegt, spaar het even op tot het eind, want dan hebben we daar alle gelegenheid voor. Ja, nee, dat, wat mij betreft is dat prima. Heel even wachten, want we zitten hier met de presentation mode die niet lekker loopt. Even kijken hoor. Nog een keer. Ja. Kijk. Ja, dat gaat helemaal goed. Nee, Esther, dat is geen probleem. Voor mij betreft, ik weet niet hoe jij er is met Gert-Jan, maar als er vragen zijn, laten we het inderdaad lekker interactief houden. Maakt het wat mij betreft gewoon wel zo leuk. Ja. Oké. Ja. Oké, nou dan beginnen we onze sessie. En allereerst, natuurlijk hartstikke tof dat wij gevraagd zijn voor die allereerste Windows Virtual Desktop User Group. Hele eer. We gaan onze sessie heet Alles wat je moet weten over Windows Virtual Desktop. Ervaringen uit de praktijk, wat al eerder aangegeven is. Maar voordat we beginnen, laten we ons eerst even voorstellen. Ja, ik ben Gertje Jongeneel. Ik ben Senior Solution Architect bij Software One voor het gedeelte Future Data Center. Dus ik ben gewoon voor mijn hobby word ik gewoon betaald. veel bezig met Azure en sinds enige tijd ook met Windows Virtual Desktop. En ook wel een achtergrond met Citrix en dergelijke. Dus het is mij zeker niet onbekend. Software One is een Azure Expert MSP en dat staat voor een partner met veel bewezen Azure kennis. En dan zegt Microsoft, dan mag je die status voeren. Nou, daarnaast hebben we daar heel veel zin in vanavond. Dus ik zeg Robin, stel jezelf ook even voor. Ja, dat zal ik zeker doen. Mijn naam is Robin Hobo. Ik werk ook bij Software One, alleen dan in het Future Workplace team. En ik heb daar mijn focus op Windows Virtual Desktop en Microsoft Endpoint Manager projecten. Naast mijn werken blog ik ook op robinhobo.com, waar ik de step-by-step en de how-to blogs maak al enkele jaren. En sinds begin dit jaar mag ik mezelf Microsoft MVP noemen, waar ik heel trots op ben. Nou ja, je kan me volgen op LinkedIn en Twitter, zoals je hier staat aangegeven. De agenda voor vandaag. Nou, we hebben wat we al zeggen, we gaan van hoog over tot diepgaand. En dat is leuk om te zien dat net met die vraag dat we zagen dat bijna een kwart van de mensen die hier vanavond zijn nog niet met Windows Virtual Desktop hebben gespeeld of het gezien hebben. Nou ja, dan sluit deze sessie hartstikke mooi aan. We gaan hoog over, we gaan er wel wat sneller doorheen. En op het laatst gaan we wat meer de diepte in. We hebben deze sessie ook voor een groot deel gegeven bij het Microsoft Meets Community event. Maar we hebben uiteraard wel wat nieuwe elementen toegevoegd en hier en daar geoptimaliseerd. Nou, wat Esther al aangaf, mochten er vragen zijn, kan natuurlijk via de chat. En als Esther ons wil onderbreken met een prangende vraag, dan is dat uiteraard prima. We beginnen met de requirements. Wat heb je nodig voordat je met Windows Virtual Desktop aan de gang gaat? Dat is natuurlijk in eerste instantie een Azure tenant, want Windows Virtual Desktop draait nu volledig binnen Azure. Je hebt daarnaast een Azure subscription nodig voor het aanmaken van je resources. Denk aan een hostpool, een application group, maar ook de virtuele machines zelf. Daarnaast een Azure Active Directory. Sinds de Spring release sluit dat volledig aan op Azure Active Directory. Dus je kan nu ook je resources publiceren naar bijvoorbeeld applicatiegroepen. Wat bij de full release nog niet native kon. Voor het vullen van Azure Active Directory zijn er wat mogelijkheden. Nou, uiteraard heb je daarvoor Azure AD Connect nodig. Voor het zinken van je huidige domein naar Azure Active Directory. En je session host servers, die moeten bij het aanmaken joinen met je huidige domein. Of in ieder geval met een bestaand domein. Daar heb je bepaalde keuzes in.
Als dat allemaal on-premise in je datacenter draait, dan kan je een VPN-verbinding daartussen realiseren, zodat de session host servers die je in Azure aanmaakt, daarmee kunnen connecten. Alternatief is ook een express route, wat veel bedrijven hebben. Nou, heb je daar geen zin in of is daar geen mogelijkheid toe, kan je er ook altijd voor kiezen om diezelfde domeincontrollers bijvoorbeeld zelf in Azure aan te maken, hè, zodat je die VPN-verbinding niet nodig hebt. Heb je niet, wil je niet die domeincontrollers zelf beheren, ja, dan kan je er ook altijd nog voor kiezen om met Azure Active Directory Domain Services aan de slag te gaan. En dan neem je ze af als een service en worden ze volledig door Microsoft gemanaged. Echter zitten daar wel wat haken en ogen aan. Nou ja, en projecten waar we dat gedaan hebben, daar liepen we onder andere aan dat er geen single sign-on beschikbaar is vanuit de session host servers. Nou, dan moet je denken bijvoorbeeld aan normaliter als je de Office applicaties beschikbaar stelt en de gebruiker logt in, dat Office automatisch bijvoorbeeld geactiveerd wordt en dat mensen automatisch ingelogd zijn. Of denk bijvoorbeeld aan OneDrive, hè, dat mensen gebruikers inloggen, dat automatisch een OneDrive wordt ingelogd en geprovisioned en ja, de known folders bijvoorbeeld omgezet worden. Nou, dat soort dingen, dat is niet, dat gaat niet werken met Azure Active Directory Domain Services. Dat is niet gesupport. Denk daar naar of overweeg, neem dat mee in je overweging bij de keuze welke setup je hiervoor wil gaan gebruiken. Nou, daarnaast heb je uiteraard nog wat rechten nodig. In het begin heb je onder andere subscription owner rechten nodig op de subscription, die rol. En daarnaast, ja, wat ik al eerder aangaf, de domein of de session host servers moeten joinen met een domein. Nou ja, dan moet je ook de rechten hebben om te joinen met het domein. En als je achteraf ook je configuraties wil doen met group policy objects, ja, dan heb je ook rechten nodig om die aan te maken en eventueel te bewerken. Nou, dan de subscription quotas die ik eventjes met jullie door wil nemen, want dat is ook een lessons learned. Elke subscription heeft een quota voor onderwerpen. Nou, in dit geval eventjes de compute. En waar je rekening mee moet houden dat elke subscription voor elke regio een quota heeft voor total vCPU's. Ja, en per family. Nou, en dat kan voldoende zijn, maar waar wij nu een paar keer tegen aangelopen zijn, is bijvoorbeeld als je bij een bedrijf zit gaat implementeren en je gaat bijvoorbeeld met GPU's aan de gang, dat die standaard niet toegewezen zijn aan de subscription en dat je die dus moet aanvragen. Nou, dat kan een aantal dagen in beslag nemen en het kan ook zijn dat bijvoorbeeld het bepaalde type VM wat je zoekt niet beschikbaar is in die regio. Neem dat mee in je voorbereiding van je project en zorg dat je dit controleert en niet ook tijdig aanvraagt. Nou, dan de license requirements. Er zijn eigenlijk twee types en dat hangt een beetje vanaf welk OS je via Windows Virtual Desktop je wil aanbieden. Wil je een client OS aanbieden en daar bedoel ik dan mee Windows 7 of de Windows 10 varianten, dan heb je een licentie nodig voor elke gebruiker die hier aan de linkerkolom wordt afgebeeld. Dus de Microsoft 365 varianten en de meeste Windows 10 varianten. Ga je nu een server OS aanbieden vanaf Server 2012 R2, dan heb je RDS calls nodig met Active Software Insurance. Daarnaast heb je in dit geval ook een eigen licentieserver nodig die je moet onderhouden en ook moet configureren voor je Windows Virtual Desktop omgeving. Ja, dan wat over het netwerk, wat vereisten die je daar hebt. En dan gaan we eigenlijk uit van het Hub en Spoke Network. Dus eigenlijk een basisgedachte qua netwerken. Hier zien we dan eigenlijk dat je begint vanuit een on-premises netwerk. Hè. Je hebt je AD en eventueel een AD Connect server. Nou, die AD Connect die breng je in de lucht, vaak al voor Office 365. Je hebt wat endpoints van verschillende soorten en maten. En we zien in Azure zien we ook al de Windows Virtual Desktop Control Plane. Dat hoef je zelf niet te bouwen. Dat onderhoudt Microsoft voor je en dat is er eigenlijk al bij de start van je project.
Wat je wel vaak zelf gaat bouwen is dan het gedeelte in Azure. Dus een connectie opbouwen naar Azure door een network gateway, et cetera. Je maakt een mooie DMZ. Eventueel een Active Directory ga je bouwen, ook in Azure. En dat zijn eigenlijk allemaal voorvereisten voordat je ook maar aan WVD kunt gaan starten. Nou, dan heb je nog de keuze van waar ga ik dan die session host VM's, dus die WVD desktops, waar ga ik die neerplanten? Nou, dat kan eigenlijk in diezelfde subscription als waarin ook de rest staat, dus in de hub. En de hub bevat eigenlijk alle gedeelde resources. We zien hier ook Azure Files, bijvoorbeeld voor jouw FS Logix containers. Maar je kunt er ook voor kiezen om voor je VM's, dus je session host VM's, om daar een aparte apart VNet voor aan te maken. En daar al je VM's in neer te zetten. Dus die keuze heb je van ja, maak je gebruik van hetzelfde subnet of ga je die in een ander subnet of in een ander VNet of subnet plaatsen. Nou, daarnaast moet je voldoende IP-adressen hebben. En dat geldt ook als je een hele berg session host VM's gaat vervangen. Dan moet je dus tijdelijk eigenlijk dubbele hoeveelheden IP-adressen hebben. Zowel voor de bestaande als alle VM's waarmee je die bestaande VM's gaat vervangen. Dus dat kan best wel flink oplopen. Heb je 1000 session host VM's. Dan tijdens zo'n updateproces heb je eigenlijk 2000 IP-adressen nodig. Nou, DNS moet fatsoenlijk geconfigureerd zijn. Want natuurlijk, je VM's die moeten de domeincontrollers kunnen vinden. Of je Active Directory Domain Services. Dus dat zijn domeincontrollers als een managed service. Wat Robin net ook al toelichtte. En daarnaast heb je wat netwerkpoorten. Voor zowel de session host VM's als de remote desktop client. Nou, die hebben we hier niet allemaal in een tabel gezet. Maar die kun je terugvinden in ons follow-up blog. En dat zullen we tonen aan het eind van deze sessie. Yes. Dan even heel kort wat uitleg over het deploy gedeelte. Sinds de Spring Release is Windows Virtual Desktop volledig geïntegreerd in de Azure Portal. En dat betekent als je naar de Azure Portal gaat en je zoekt daar gewoon naar de Windows Virtual Desktop, dat je in deze blade uitkomt. Nou, management vanaf hier is gewoon vrij simpel. Aan de linkerkant zie je de drie componenten. Je hostpool, je applicatiegroepen en je workspaces. En daarnaast heb je hier ook een knop, Create a Hostpool, waarmee je eigenlijk de deployment al start. Nou, als je die wizard volgt en je vult eigenlijk alles volledig in, dan wordt tijdens die wizard gewoon de volledige hostpool gemaakt, met daarin de session host virtual machines. Er wordt een desktop applicatiegroep aangemaakt, dus een volledige desktop wordt als standaard gepubliceerd. En de workspace, de presentatielaag in je client. En het enige wat je dan nog moet doen, is eigenlijk alleen die desktop application group koppelen aan een AD user group of aan losse gebruikers. En dan heb je eigenlijk je omgeving al up and running. Nou, wil je daarmee aan de slag gaan en je wil daar wat ondersteuning bij? Er is een guided simulation beschikbaar, die eigenlijk step by step helemaal jou door deze procedure heen haalt. Nou, de link daarvan staat ook in die follow-up blog. Dus ja, ben je helemaal nieuw met Windows Virtual Desktop, is het zeker aan te bevelen om hier eens een keer naar te kijken. En dan heb je ook gelijk alle uitleg erbij. Nou, wat ik al zei, hij maakt standaard een desktop application groep aan. Uiteraard wil je wellicht ook applicaties gaan publiceren. Nou, daar kan je gewoon per hostpool ook die applicatiegroepen aanmaken. En die kan je gewoon naast de desktop aanbieden. En het aanbieden van die applicaties, daar zijn verschillende manieren voor. De makkelijkste manier binnen een applicatiegroep is gewoon zeggen van nou, add application. En dan heb je opties startmenu, waarin eigenlijk de wizard een query gaat doen op een van de session host servers en gaat kijken wat er in het startmenu staat. Nou, alles wat hij detecteert zal hij in een lijst presenteren en hoef je alleen nog maar de betreffende applicatie te selecteren. Staat de applicatie er op wat voor reden niet tussen,
Nou, dan kan je hem via de file path optie kan je hem handmatig toevoegen. Dus het pad naar de executable, pad naar, de, naar, naar het icoontje en de index van, de, van het icoontje. Eventueel met wat comment line requirements die je dan op kan geven. Wat er in dit geval een niet supported is, is applicaties die niet op de C-schijf of de lokale schijf van de session host server geïnstalleerd staan. Bijvoorbeeld op het netwerkschijf. Ik ben er toch al een paar keer tegengekomen dat, bedrijven dat doen. Ja, en je kan gewoon simpelweg daartoe niks naar publiceren. Dat is niet supported. Nou, een workaround daarvoor is het maken van een VB-script. Dus als je hier in de screenshot zit, dat kan vrij eenvoudig zijn. En dat VB-scriptje, dat sla ik dan op in bijvoorbeeld de C-script directory. Die publiceer ik dan. Ik verander dan de naam van de applicatie. En ik verwijs naar het juiste icoontje, zodat het voor de eindgebruiker ja, niet zichtbaar is dat er een VB-scriptje gestart wordt op die manier. Nou, de laatste varianten zijn de Universal Apps, of de built-in, de Store Apps. Die kan je publiceren en dat gaat middels een PowerShell-commando. Dus dat kan nog niet via de console als ze niet in het startmenu, in de startmenulijst zitten. Nou, dan een stukje client experience. Hè. Hoe ziet het eruit vanaf de gebruikerskant? Nou, er zijn zowat voor elke OS zijn er clients beschikbaar. Te beginnen met de Windows Remote Desktop Client, die het meest geavanceerde is van allemaal, onder andere voor Teams offloading en redirections. Nou, dan heb je sinds kort nog de Windows Remote Desktop Client vanuit de App Store. Ja, die wordt nu in fase wordt die uitgerold. Als je die installeert vanuit je Windows Store, zorg er dan voor dat je minimaal versie 10.2 hebt, want vanaf die versie is Windows Virtual Desktop gespoord en kan je dus resources van je Windows Virtual Desktop toevoegen. Nou, daarnaast is er een HTML5 client beschikbaar die je vanaf elk apparaat kan gebruiken mits je browser dus HTML5 ondersteunt. En dan heb je nog clients voor macOS en Android en iOS. Dus ja, voor de meest gangbare apparaten is er dus wel een client beschikbaar. Nou, de meest geavanceerde is dus die van Windows, wat ik al zei. Op het moment dat je die geïnstalleerd hebt en je start hem op, kan je op twee manieren je resources toevoegen. Dat kan via de subscribe button. Als je daarop klikt, ja, dan hoef je in principe alleen nog maar in te loggen met je Azure AD account. En na het inloggen zie je je resources verschijnen in je client. Nou, wat je ook kan doen als je die client hebt, nou, je hebt bijvoorbeeld een desktop, dan kan je daar rechts op klikken en dan kun je kiezen voor settings. En dan kan je zelf nog instellen hoe je de desktop gepubliceerd wil hebben. Bijvoorbeeld full screen of welke monitors je wil gebruiken. Nou, wat ik daarna heel erg fijn vind aan deze client is dat het volledig integreert met je lokale startmenu. Ja, dus als je bijvoorbeeld je device met Intune beheert, applicaties daarvan uit publiceert en je hebt wat legacy applicaties die je moet aanbieden via Windows Virtual Desktop, ja, dan kan je die client pushen, configureren en voor de eindgebruiker wordt dat dan seamless binnen het startmenu opgenomen. Volgens mij is dit de enige client die dit kan, hè, Robin? Op dit moment wel. Je kan ook de applicaties pinnen. Nou, dat kan de Store app kan dat ook. Die integreert niet in het startmenu, maar je kan wel de gepubliceerde items pinnen in het startmenu. Dus wat je hier bijvoorbeeld ziet. Nou, dat is gewoon een volledig seamless ervaring. Als je dan een applicatie opstart, ja, dan kan dat direct vanuit het startmenu. Hoef je niet eerst de client op te starten. Je ziet hier bijvoorbeeld Firefox draaien. Nou, dat komt vanuit Azure. En dat zie je eigenlijk alleen maar aan het kleine icoontje op de taskbar met Windows Virtual Desktop logo. Daaraan kan je zien dat het dus draait eigenlijk in Windows Virtual Desktop. Ja, dan gaan we kijken naar een klein stukje optimalisatie. En dan met name naar de Virtual Desktop Optimization Tool. Die wordt eigenlijk beschikbaar gesteld door twee medewerkers van Microsoft. Hoewel het niet officieel gesupport is door Microsoft. Dus te vinden op GitHub, dus daar kun je het downloaden. Er is geen installatie.
Er is ook niet echt een GUI, afgezien van verbose mode in PowerShell. Dus je ziet op zich wel commando's voorbij komen, maar niet een hele mooie GUI of wat dan ook. Het aantal optimalisaties is vrij hoog. Helaas is er niet echt een logging optie en ook niet echt een rollback option. Dus op het moment dat je zaken weer ongedaan moet maken, dan heb je aanzienlijk meer werk. Nou, kijken we even naar die tool. Dan zien we dat daar een hoop pakketjes in zitten, een hoop configuratiefiles onder andere. En wil je nou bijvoorbeeld Windows Calculator weghouden bij de gebruiker? Of nog veel erger voor die gebruiker, wil je Solitaire ook niet beschikbaar stellen? Ja, dan kun je dat script zijn werk laten doen, want die zal die pakketten weghalen. Wil je die wel beschikbaar stellen, dan zul je dus deze regeltjes ook moeten weghalen, zodat het script die pakketjes niet verwijdert. En hier zie je dan eigenlijk de interface vanuit PowerShell. Dus een hoop op het scherm dat verschijnt. Maar ja, heel erg helder is het allemaal niet. Nou, tijdens de uitvoer van het script zie je nog even dat de verbinding verbroken wordt, want dan optimaliseert hij het netwerk binnen WVD. Nou, aantal zaken. De performance die kan behoorlijk verbeteren met het toepassen van scripts. En dankzij onze collega's bij Login VSI, die daar onderzoek naar hebben gedaan, hebben we ook een beetje inzicht. Ik vind eigenlijk nog het grootste verschil vind ik zichtbaar tussen versie 19.09 en 20.04. Dan gaat het van 86 naar 153 gebruikers, wat ik al behoorlijk aanzienlijk vind. En dan met het toepassen van de scripts gaat het uiteindelijk nog naar richting de 250 gebruikers. Hou er wel rekening mee dat deze testen zijn uitgevoerd niet in Azure, maar gewoon op on-premise hardware. Dus de resultaten hoeven niet per se 100% overeen te komen, maar geven in ieder geval wel een idee. En dan altijd uitgaan van de drie T's. Test, test en test. Altijd testen naar de hand. Ik deed nog even een test met de Citrix Optimizer na het uitvoeren van het script, het WVD-script. En helaas, dat wilde niet meer werken. Dus hou daar rekening mee dat het ook zaken eventueel minder goed kan laten uitkomen. Windows Update uitvoeren nadat je het script hebt toegepast. Ook niet langer meer mogelijk, dus hou daar ook rekening mee. En als je dat dan wil gaan troubleshooten met de Windows Update Troubleshooter, dan gaat die nog een keer eroverheen met "Troubleshooting has been disabled by group policy." Nou, dan vind ik het behoorlijk eng worden. Aan de andere kant, er zitten wel mooie optimalisaties in. Dus standaard binnen WVD zie je niet dat schermen echt een duidelijke grens hebben, een border hebben. Zoals hier. Ja, waar houdt het ene scherm op en waar begint het andere? En na het toepassen van het WVD-script is dat keurig geregeld. Schermen met schaduwtjes, et cetera. Nou, hoe doet Microsoft dat aan de achterkant? Nou, door de default user te laden, dat zie je bovenaan dit screenshot. Hij laadt de default user, het profiel. Dan gaat hij allerlei wijzigingen uitvoeren binnen dat default user profile. En aan het eind dan ontlaat hij eigenlijk dat default user profile weer. En dan zit het daarin opgenomen. Hou er wel rekening mee dat dit natuurlijk alleen geldt voor nieuwe gebruikers die nog geen profiel hebben. Alleen nieuwe gebruikers die krijgen op basis van de default user ook een nieuw profiel aangeboden. Heb je bestaande gebruikers en wil je die ook voorzien eigenlijk van deze optimalisaties? Ja, dan zul je het profiel van die gebruiker eerst moeten weggooien en dan krijgt hij zo'n geoptimaliseerd profiel. Nou, een andere optimalisatie zien we terug op het moment dat je inlogt. Normaal dan blurt hij eigenlijk de achtergrond. En dat blurren, dat heeft nogal impact op de CPU.
Nou, lijkt me niet wenselijk. Zeker niet tijdens het inloggen. Dat vertraagt enorm. En zeker met meerdere gebruikers op één multi-session via. Nou, ook daar vindt een optimalisatie plaats. Dat is uiteindelijk op de achtergrond deze policy. En vervolgens heb je geen blurring meer tijdens het inloggen. En zul je ook zien dat de CPU dus vele malen lager is. Hou er wel rekening mee dat op de achtergrond veel optimalisatie plaatsvindt op basis van local group policies. Local, dus niet centrale policies vanuit Azure, vanuit Active Directory. Dus je hebt geen AD, geen OU, geen filtering op dat gebied. Dus ja, dat is wat minder sterk daaraan. Het wordt ook toegepast op iedere computer die gebruik maakt van het image en iedere user. Dus je kunt ook geen uitzondering maken voor een beheerder of wat dan ook. Iedereen krijgt deze settings voor zijn kiezen. Niet centrally managed, dus je kunt het ook niet heel makkelijk terugdraaien of omdraaien of wat dan ook. Eenmaal toegepast, ja, is het best wel lastig. Overigens is het voor deze lokale policies wel mogelijk om die met een tweetal commando's eigenlijk weg te poetsen. Op het moment dat je alle lokale policies eigenlijk wil opruimen, voer dan deze twee commando's uit en dan ben je die lokale policies ook weer kwijt. Wanneer zou je die optimalisatietools willen uitvoeren? In principe nadat alle software is geïnstalleerd. Na het script hou ook eventjes wat uurtjes vrij om af te wachten wat de resultaten zijn. Want sommige dingen gebeuren pas naderhand, na enige uren. Pas het iedere keer opnieuw toe als je fundamentele wijzigingen aan het image doet. En draai het bij voorkeur na het toepassen van SysPrep. En aangezien je eigenlijk SysPrep toepast aan het eind van het maken van een image, zul je moeten zorgen dat op het moment dat de VM's gebaseerd op dat image opkomen, dat die dan toch nog eenmalig dat script uitgevoerd krijgen. Want dan werkt het helemaal optimaal. Nou, dan zijn er ook nog een aantal mensen die vragen van, ja, is er ook nog een apart script voor Windows 10 Enterprise voor virtual desktops, oftewel die multi-user, multi-session versie. Nee, die is er niet. En dat komt eigenlijk omdat het aantal verschillen tussen de gewone Windows 10 en de multi-session versie zo minimaal is dat dat geen eigen script rechtvaardigt. Nou, nog een laatste tip voor als je wil gaan testen met Microsoft 365 apps. Oftewel Office 365, dan wil je dat vaak met een significant aantal gebruikers doen. Maar ja, dan zou je voor die gebruikers ook allemaal licenties moeten aanschaffen. Nou, dat is een beetje dubbelop. Geld geven aan iets dat niet heel waardevol is, ja, is een beetje zonde. En daarom is er vanuit Microsoft een speciale key die je kan uitvoeren op je Office activatie. En dat geef je de zogenaamde Grace Edition. En dat betekent dat je gedurende 5 dagen gebruik kan maken van Office zonder dat je daar een aparte licentie voor nodig hebt. Wil je die key ook weer weghalen? Nou, dan kun je hier het commando terugvinden waarmee je dat gedaan kunt krijgen. Dus dat is ook echt een uninstall van die desbetreffende key. Nou, Robin? Ja, dan image management. Hè. Als je dan je basis-image klaar, je optimalisaties, dan moeten we wat met image management gaan doen. Nou, daar zijn verschillende manieren van om dat te doen. En op het moment dat je bijvoorbeeld een hostpool hebt staan, dan kan je het onderhoud bijvoorbeeld doen met de Microsoft Endpoint Manager, met de Configuration Manager. En dan kan je daarmee bijvoorbeeld je applicaties en je Windows updates regelen. Maar denk bijvoorbeeld ook als je een image gaat updaten, dat je hem helemaal van scratch af aan wil opbouwen. Nou, dan kan dat helemaal geautomatiseerd met de Azure Image Builder. En uiteraard zijn er ook wel heel veel third-party opties beschikbaar. Hoe ik het vaak doe, is met versioning via een mastermachine. En hoe dat werkt, nou, is als volgt. Ik maak een
een VM aan binnen Azure. Met bijvoorbeeld Office applicaties erop. Nou, en daarin installeer ik alle line of business applicaties die nodig zijn binnen dat image. En de settings en de optimalisaties, alles wat ik daar wil hebben. Dan zet ik hem vervolgens uit en dan maak ik een snapshot van de disk. Ja, dat is een backup punt voor mij zometeen om naar toe te restoren. Want daarna zet ik hem weer aan en moet ik sysprep draaien. Om hem vervolgens klaar te maken voor distributie. Nou, met Windows 10 kan je maximaal 8 keer sysprep draaien. Dus op het moment dat ik geen snapshot maak en ik niet meer kan restoren naar de snapshot, gaat het na 8 updates loop ik vast. Dus ja, ik draai sysprep. Nou, het is in ieder geval niet officieel gesupport dat je het meer dan zo vaak doet. Ja, oké. Ja. Er zijn wat registry dingetjes, maar ja, goed, het is officieel is de limiet 8. Ik maak vervolgens een capture. En omdat die dan generalized is, die virtuele machine, kan ik er niks meer mee. Ik kan hem niet opstarten, want ja, dan zal sysprep draaien. En de out-of-the-box experience, daar kom ik niet bij vanuit Azure. En ik kan ook geen disk swap of iets doen. Dus ja, ik heb niet zoveel meer aan die VM. Dus die gooi ik gewoon weg. En dat is ook gewoon echt een vinkje binnen de Create Capture Wizard. En op het moment dat ik die capture heb, ga ik naar de Shared Image Gallery. Wat een feature of een service is binnen Azure. En binnen die Shared Image Gallery maak ik dan een image aan. En dan gaat versie 1 van de image, daar gebruik ik als source de capture versie 1 van. Dus nou, dan heb ik een image in de Shared Image Gallery. Vervolgens ga ik dan naar Windows Virtual Desktop en creëer ik een hostpool. En bij die hostpool, bij het creëren van die hostpool moet ik opgeven wat de image source is van mijn virtuele machines. Nou, dat kan een standaard image zijn vanuit Azure natuurlijk. Maar ik kan daar ook, ik heb dan een tabje van mijn eigen images. En ik kan dan het image selecteren wat ik in de Shared Image Gallery heb. Nou, en op dat moment worden de session hosts worden uitgerold. Waarbij een kopie wordt gemaakt van dat image vanuit de Shared Image Gallery. Nou, op dit moment heb ik dan een Windows Virtual Desktop omgeving of een hostpool in ieder geval met het custom image. Nou, als ik op een later moment wijzigingen wil doorvoeren, dan doe ik dat als volgt. Ik maak van de snapshot maak ik een disk, dus ik creëer een nieuwe disk in Azure. Ik selecteer de snapshot als source. En op het moment dat die disk aangemaakt is, dan zie ik daar heel snel een knopje van creëer daar ook een virtuele machine van. Dus ik heb in no time heb ik weer een nieuwe, zeg het maar, master virtuele machine. Master VM. Nou, die start ik op. Ik doe daar weer mijn wijzigingen op. Ik zet hem weer uit. Maak een tweede snapshot waar ik weer naar terug kan. Ik start hem weer op. Draai sysprep. Maak de capture. De machine wordt weer weggegooid. En vervolgens ga ik weer naar de Shared Image Gallery. Open ik het bestaande image. En voeg ik een nieuwe versie toe. Dus de versie 2. En bij het aanmaken van versie 2 geef ik dan capture versie 2 als source op. Nou, op het moment dat die geüpload is, en ja, wat daarbij ook nog als voordeel is trouwens, is dat je dat over verschillende regio's heen kan tillen. Dus je kan bij het toevoegen van een versie, kan je ook gewoon selecteren in welke regio dit image beschikbaar moet zijn. Dus hostpools wil uitrollen over meerdere regio's in de wereld, dan kan het op die manier heel, heel makkelijk. Ik ga terug naar mijn hostpool en ik wil hem updaten. Nou, hoe ik dat doe, is aan de huidige hostpool nieuwe session host toevoegen. En wat hij dan doet, is hij creëert dan twee nieuwe hosts met dezelfde source als image. Nou, dus in dit geval is dat het image die in de Shared Image Gallery zit, maar hij pakt automatisch het laatste versie. Wat dus inhoudt dat hostpool 3 en 4 voorzien zijn met versie 2 van het image. Nou, op dit moment kan ik dan Drain Mode aanzetten op host 1 en host 2, zodat daar geen nieuwe mensen meer op kunnen inloggen. En op het moment dat alle sessies daar weg zijn en hostpool 3 en 4 geven geen problemen, nou, dan kan ik session host 1 en 2 kan ik dan weggooien. En op dat moment heb ik mijn hostpool geüpdate met een nieuwe imageversie. Robin? Ja? De vraag. Is het niet zo dat je echt moet specificeren dat je de laatste versie wil gebruiken van het image om deze automatische update eigenlijk voor elkaar te krijgen? Nee, standaard staat hij altijd dat hij de laatste pakt.
Oké, dus als ik geen versie specificeer, dan pakt hij altijd de laatste. Ja, klopt. Okay. En dat zie je ook als je hem toevoegt dan, en je zet het image, dan staat er / latest. Staat er ook specifiek, dat is de default waarde die er staat. Nou, dat was inderdaad even de vraag die ik had. Want het wordt al snel volgens mij heel complex op deze manier. Ja, het is steeds eigenlijk uiteindelijk wel hetzelfde riedeltje. Maar ja, je kunt wel heel veel images krijgen op een gegeven ogenblik. Heel veel versies. Ja, klopt. Ja, je hebt heel veel versies op een gegeven moment. Je kan ook versies weggooien. Dus je hoeft ze ook niet allemaal te bewaren. En ja, je hebt ook heel makkelijk op die manier een fallback. Dat je heel makkelijk een image terug kan bijvoorbeeld. Ja, maar dit was eigenlijk langzaam voorsorteren op de promotie van automation en automatiseerd image management. Dat je steeds een heel clean image kan opbouwen, heeft natuurlijk uiteindelijk wel de voorkeur. Want hier bouw je uiteindelijk heel veel voort op steeds hetzelfde image. En dan ligt vervuiling op een gegeven moment wel een beetje op de loer. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Nee, maar fijn. Dankjewel voor de uitleg. Oké. Ja, dan het volgende onderwerp is diagnostics en monitoring. Als je omgeving dan draait, ja, dan wil je ook weten hoe het performt. Nou, je kan binnen Azure dat op verschillende manieren doen. En wat de meest voor de hand liggende is dat je hiervoor een Log Analytics Workspace aanmaakt. En dan kan je met de Azure Monitoring kan je heel makkelijk je virtuele machines onboarden naar de Azure Monitor. Dus dan geef je bij de onboarding aan van, nou, wat is dan de Log Analytics Workspace waar de logs naartoe geschreven moeten worden? Nou, die selecteer je dan. En dan krijg je al via Azure Monitor krijg je al een heel mooi overzicht van hoe de session hosts performen. Ja, dat zegt nog niks over Windows Virtual Desktop en hoe dat gaat. Dat is echt puur de session host, dus je ziet wel pieken in de CPU of de memory. Maar je zou eigenlijk nog veel meer willen zien over bijvoorbeeld de sessies van de gebruikers. Nou, je kan binnen Windows Virtual Desktop ook per object logging aanzetten. En daar bedoel ik dan mee een hostpool, een application group of een workspace. En zoals je hier ziet, ik heb eventjes een screenshot gemaakt van een hostpool. Binnen elk object heb je dus die diagnostic settings. En als je daarop klikt, ja, dan kan je enablen wat je wil loggen. Wat je aan de linkerkant ziet. En aan de rechterkant kan je opgeven waar de logging naartoe geschreven moet worden. Nou, dan heb je dus weer de optie voor de Log Analytics Workspace. Maar je kan het ook direct storen naar een storage account. Of je kan het streamen naar een event hub. Nou, het voordeel van een Log Analytics Workspace is dat je eigenlijk met vrij eenvoudige custom queries kan je de data uitlezen, zoals je hier ziet. Je kan het ook exporteren naar bijvoorbeeld Power BI. Dus daar kan je ook een koppeling naar maken. Kan je hele mooie dashboards ermee maken. Nou ja, zoals je ziet, is dat niet mijn expertise. Ik heb het voor elkaar gekregen en nou ja, ik krijg de data eruit. Maar daar is ook alles mee gezegd. Dus mooi is anders. Ja. ik laat dat liever over aan mensen die daar veel meer verstand van hebben. Nou ja, en is er vanuit de Windows Virtual Desktop Community is daar gelukkig al het een en ander gemaakt. En nou ja, een blog van Christian Brinkhoff van een tijdje geleden, die ligt eigenlijk alles step by step uit hoe je een heel mooie dashboard maakt op basis van Azure Workbooks. Van Azure Workbook. Nou, hoe ziet dat workbook er dan uit? Nou, dat ziet er dan zo uit. Je hebt verschillende tabs. En eigenlijk kan je hier per tab kan je al heel veel mooie informatie halen. Dus een overview van nou, hoeveel mensen, hoeveel actieve sessies zijn er, waar loggen mensen op in. Wat is een gemiddelde sessieduur en dat soort dingen. Nou, je hebt je session diagnostics en je host performance. Dus eigenlijk wat je vanuit Windows Virtual Desktop, of vanuit de Azure Monitoring had, dat haal je hier eigenlijk ook terug. Alleen dat gaat dan nog veel verder, omdat je met dit script ook nog eens additionele performance counters toevoegt. Nou, je kan al die objecten die hier staan, die kan je ook nog eens pinnen in een persoonlijk Azure dashboard. Of een gedeelde Azure dashboard. Zodat je alle voor jou relevante zaken in één oogopslag kan configureren. Ja, ook die link naar die blog staat in onze follow-up blog. Dus dan kan je dat eens rustig doornemen. Ja, dat zal ik zeker doen, Robin.
Printen, dat is nog steeds een noodzakelijk kwaad. Heel veel organisaties die willen wel graag zonder printen, zonder papier. Maar ja, dat lukt toch nog niet helemaal. We kijken even naar de WVD-printertypes die je hebt. En dan allereerst de redirected client printers. En die kunnen we dan weer verdelen in de printers die je kunt krijgen met een remote desktop client. En dan zien we hier bijvoorbeeld die Epson printer met de redirected 2. Waarbij die 2 het session ID is van de gebruiker. Dus dat zie je steeds terugkomen. Dus die horen, die printers, die horen bij die sessie met het ID 2. En in principe kan Windows Virtual Desktop iedere printer aankoppelen op basis van een generieke driver. De Remote Desktop Easy Print driver. En die is generiek, die is globaal. Dus daar kun je eigenlijk naar alle printers mee printen. Maar geavanceerde zaken, zoals nieten, zoals een pincode invoeren voordat je gaat printen, et cetera, dat zit er natuurlijk allemaal niet in. Dus daar moet je even rekening mee houden. Tweede type client is de Remote Desktop Web Client, de HTML5 gebaseerde client. Die kan geen printers uitvragen, omdat het draait binnen de browser. En omdat dat draait binnen de browser, kan dat niet doorgegeven worden. En vandaar krijg je een PDF-printer. Dus je print daarbij altijd naar één printerobject. En die zal op dat moment een PDF genereren. En die PDF kun je natuurlijk op je lokale desktop kwijt. En vanuit die lokale desktop kun je dan printen naar iedere lokale printer die je daarop hebt geconfigureerd. Dus dat is, ja, het is wel wat beperkter. Je zult altijd nog eigenlijk het in verschillende stappen moeten doen. Eerst naar PDF en van PDF naar de desbetreffende printer. Nou, dan heb je natuurlijk een hoop netwerkprinters die je kunt aankoppelen. Zoals we dat vroeger ook kenden. Met allerlei mooie batch scripts, Kickstart, weet ik allemaal niet wat. En third-party software zoals Ivanti, ThinPrint, Printix. Nou ja, neem het, allerlei methodes om die netwerkprinters aan te koppelen. Maar Microsoft heeft ook een nieuwe methode, oftewel Universal Print. En dan gaan we een klein piekje in de toekomst nemen. Het is al wel even beschikbaar, maar nog steeds wel in preview. En dan zie je dat je ook kunt gaan printen vanuit de Azure Cloud, gebaseerd op Azure Active Directory. En dat kan naar Universal Print Ready Printers. Dit zien we hier aan de onderkant in het plaatje. Die zijn er nog niet veel. Maar daarnaast kun je ook printen op basis van een Universal Print Connector. En dat zullen we ook zo eventjes gaan behandelen. Nou, kun je dit zomaar gebruiken? Nee, je moet wel de licenties ervoor hebben. En we hebben hier even weergegeven welke licenties daarvoor in aanmerking komen. Dus je hebt de volgende licenties nodig binnen de subscriptie waarin je Universal Print wil gaan gebruiken. Nou, dan kan je je opgeven voor de Universal Print Trial, maar dat kan echt weer niet dus binnen een Trial Subscription. Dus wel de Universal Print Trial, maar niet in een Trial Subscription. Daarvoor heb je de Global Administrator Role nodig en het is helaas nog niet beschikbaar in alle regio's. Nou, heb je dit venster ingevuld en kom je in aanmerking, dan krijg je maar liefst het mooie aantal van, 300.000 licenties beschikbaar binnen de preview. Ja, en die kun je natuurlijk gaan uitdelen. En dat zul je ook moeten doen, want iedereen die gebruik maakt van Universal Print, die moet een licentie krijgen, maar ook alle administrators die Universal Print gaan beheren hebben een licentie nodig. Maar goed, 300.000 kom je net mee. Nou, vervolgens krijg je binnen de Azure Portal de mogelijkheid om Universal Print te gaan configureren. Ik zie hier Manage Printers, Download. Sorry dat ik nog even onderbreek. Ja. We hebben een vraag vanuit de chat van Bas van Kaam. Kost de printdienst nog iets aan resources naast de licentie? Sorry?
of de printdienst nog iets kost aan resources naast de licentie, bijvoorbeeld een app service of een storage account of een local Linux workspace, of is er iets in die kant? Nee, dat zit er dan verder helemaal bij. De Azure Portal en zo, de beheerfunctie. We komen zo nog wel op die connector terug. Die zul je ergens moeten installeren. En die kost wat resources. Maar dat is eigenlijk ook het enige. Super, dankjewel. Nou, we hebben nog niet Universal Print Ready printers. Dus we zullen nog even met die connector moeten gaan werken. Die inventariseert dan alle printers die je hebt en geeft ze door aan Azure. Nou, dat zien we hier terug. Dat is de connector. Dat is gewoon een stukje software die je vanuit die Azure Portal kan gaan downloaden en kan gaan installeren. De installatie is echt belachelijk makkelijk. En vervolgens gaat hij kijken naar welke printers zie ik op de server, welke printers zie ik op de server waarop jij de connector installeert. Dus het advies is om deze connector te installeren op je printserver. Want die kent toevallig heel veel printers. Nou, hij inventariseert alle printers. En vervolgens gaat hij die printers één voor één gaat hij doorgeven aan Azure. We zien al Universal Printer 1. Die heeft hij al doorgegeven. Hij is bezig met Universal Printer 2. Nou ja, ik kan nog diagnostics, et cetera, aanzetten. Verder niet zo heel erg spannend. Zijn al die printers geüpload, dan zijn ze ook meteen beschikbaar in de Azure Portal. Dus reuze simpel, al heb ik honderden printers, die connector die gaat ze allemaal voor mij doorgeven. We zien die Universal printers, die zijn hier beschikbaar, ready, maar nog niet geshared. Dus ik moet nog eventjes gaan sharen. Ik kan ook nog eerst wat aan de eigenschappen gaan doen. Bijvoorbeeld hier zie ik size is North America letter. Is in Europa niet zo handig, dus dat zet ik op A4. Ik zie location properties. Die wil ik misschien ook wel aanpassen, zodat ik location-based printing kan gaan doen. En vervolgens ga ik de printers koppelen aan gebruikers. Nou, dat zien we hier. Robin, ik krijg een printer hier. En daarbij kunnen we gebruikers uit Azure AD selecteren. En dat kunnen natuurlijk ook gebruikers zijn die gesynct zijn van on-prem. Als ik dan als een gebruiker inlog die recht heeft op een Universal printer, dan kan ik vervolgens klikken op Add Printers en Scanners. En dan zie ik als vanzelf eigenlijk de cloud printers verschijnen. Oftewel in dit geval de Universal Printer 1 waar ik het recht op heb. Ik kan ook gaan zoeken, bijvoorbeeld als ze allemaal Universal XXX heten, dan kan ik zoeken naar Universal, zie ik al mijn Universal printers. Location based, nou misschien kan ik een locatie invullen, zie ik alle printers van die locatie. Nou, echt wel heel erg handig. We zien dat het ook gebruik maakt van het standaard internet printing protocol. Dus ook dat is gewoon helemaal standaard, daar heeft Microsoft verder heel weinig zelf aan toegevoegd. Er is wel een voorwaarde voor wat betreft de desktops, want die moeten minimaal hybrid Azure AD joint of Azure AD joint zijn. Gelukkig is dat niet al te moeilijk. Je kunt dat doen door middel van de AD Connect wizard. Je zet een vinkje dan bij de volgende optie, Windows 10 or later domain joint devices. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan zullen die desktops zichzelf gaan toevoegen aan Azure AD op het moment dat daar een gebruiker op inlogt. Meer over dit onderwerp kun je vinden op een mooie blog van Stefan Dingemansen. Wellicht bekend. Ik heb nog een korte vraag. Een vraag van Patrick van den Born. Die heeft een vraag over Universal Print Driver, of dat een beetje stabiel is. Hebben jullie het al in productie getest en dat het al een tijdje draait? Ja, stabiel in een preview versie vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Ik ga geen preview versie in echt grote productieomgevingen uitrollen. Dus ja. Nee, ja, met duizenden desktops, nee, niet getest. Ja, precies, oké. Okay. Top, Geert-Jan. Ik heb ook een korte vraag tussendoor. Als het goed is, moeten de fysieke printers die je wil gebruiken met deze dienst gecertificeerd zijn voor Universal Print? Klopt dat?
Nou ja, dat zijn die Universal Print Ready devices. Die koop je kant en klaar en ja. die sluit je aan en die gaan zich min of meer dan gelijk aanmelden bij Azure. Daar heb je dan die connector niet voor nodig. Op het moment dat ze niet Azure of Universal Print Ready zijn, dan moet ik die connector gebruiken. Ja. En dan is in principe iedere printer ongeveer compliant. Ja, check. Ja? Oké. Nou, we zien hier dat we, als we alles goed geconfigureerd hebben en de gebruikers die gaan printen, dan zien we eigenlijk al die printjobs hier netjes verschijnen in de Azure portal. Dus je hebt een enorm goed overzicht, centraal overzicht van alle printjobs. Die zie je hier dus allemaal achter elkaar verschijnen met de datum, et cetera. Je kunt ook reports uitdraaien, dus je krijgt een, ja, echt wel een goed inzicht in je printomgeving en wat daar gebeurt. Nog even een laatste overzichtje, samenvatting. Het is gecentraliseerd printermanagement. Het is ook location-based printing, ook door de naamgeving en dergelijke. Geen VPN vereist. Dus deze printers staan over het algemeen on-premise ergens of op een vestiging. Daar kun je normaal vanuit thuis kun je daar niet naartoe printen. Want ja, daar is geen koppeling. Hier kun je zonder VPN toch naartoe printen. En dan zorgt dus de hele oplossing zorgt ervoor dat hij op de juiste printer eruit komt. Er is ondersteuning voor TLS 1.2, ook niet onbelangrijk. Dus alles is volledig geëncrypt. Het voldoet aan de GDPR-standaard, want het maakt gebruik van de Office Data Storage Service. Dus Office is GDPR-compliant. En omdat deze printingoplossing daarvan gebruik maakt qua datalocaties, is dit ook compliant. Het is Azure AD Integrated, hè, zoals we al zagen. Je krijgt daarmee ook een nieuwe Printer Administration Airbag-rol, want die mag dus deze oplossing gaan beheren. En het is globally deployed, dus onder andere ook beschikbaar in West-Europe al op dit moment. Yes. Nou, dan even heel kort over shadowing. Ja, van dat je een user sessie wil overnemen om te helpen. Ook dat kan met Windows Virtual, eigenlijk met RDS. Het zit er eigenlijk al jaren in RDS. Dus wat dat betreft niet echt een nieuwe functionaliteit. Maar wel leuk om even te belichten, omdat niet veel mensen kennen dit. Er zijn om shadowing in te richten een paar stappen die je van tevoren moet inrichten. Nou, de eerste is dat remote desktop enabled moet worden in de firewall. Nou, als je daar een nieuwe GPU van maakt en je configureert de firewall, heb je daar een predefined rule voor in de firewall policy, die remote desktop heet. Nou, die maakt deze drie regels aan. De shadow en dan de user mode in TCP en UDP. Het moment dat je die hebt toegepast op je session host VM's, dan moet je nog de rule zetten voor remote control. En met deze setting bepaal je welke rechten een beheerder maximaal kan krijgen. Dus je kan hier bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil dat hij full control krijgt en hij heeft geen user permission nodig. Nou, dat is het maximale. Of je zegt, nou ja, er moet altijd user permission zijn. Hangt een beetje van het beleid af binnen het bedrijf. Weet wel, en dat laat ik je zo meteen ook zien, als je hier zegt full control en ik heb geen user permission nodig, dat je nog met een comment line bepaalt welke rechten daadwerkelijk van toepassing zijn. Nou, op het moment dat je dit hebt ingeregeld en je wil een user shadowen, ja, dan moet je wat gegevens opvragen. Dat kan binnen de Windows Virtual Desktop portaal. Je hebt daar de user blade. En vervolgens kan je zoeken naar de gebruiker bij stap 2. Nou, ik heb deze gebruiker is de test user. En als ik die user open, dan heb ik aan de rechterkant de session tab. En binnen die tab zie ik waar zijn actieve sessie plaatsvindt. Nou, ik zie welke hostpool dat is, de actieve VM en het ID, session ID. Nou, het session ID en de actieve VM, die informatie heb ik nodig. Want als ik vervolgens het commando opgeef, nou, ik heb met user permissions, dan geef ik MSTSC-commando op met de shadow en dan session ID vullen. In dit geval ga ik daar 2 invullen. En dan de session host VM, FQDN, daar maak ik dan de session host VM van. Nou, en dan /control, dan vraag ik
aan de gebruikercontrole. Dat laat ik dan zo meteen zien in een kleine demo. Wil ik dit zonder permissies van de gebruiker? Ja, dan ga ik de no consent prompt opgeven. Maar nogmaals, dat kan alleen als de policy dat ook toelaat. Nou, hoe ziet er dat in de praktijk uit? Ik heb hier aan de rechterkant de gebruiker. Ja, die heeft daar zijn Word openstaan. Nou, en aan de rechterkant hier is de beheerdersconsole. Uiteraard moet ik vanaf daar bij de gebruiker komen. Nou, ik zal eerst met of zonder toestemmingen zal ik de connectie opzetten. Nou, je ziet hier dat ik hem direct shadow zonder dat daar gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. Als ik nu toestemming ga vragen, dan voer ik nog een keer dat commando uit. Alleen haal ik de no consent prompt parameter haal ik weg. Nou, en op dat moment zie je aan de rechterkant zie je dus inderdaad van nou, wie er connectie vraagt. En als ik dan toestemming geef, ja, dan krijg ik weer die sessie. Ja, het is één op één, dus alles wat ik hier wijzig zie, de gebruiker ook. Dus in dit geval het Word document. En zo kan je eigenlijk vrij eenvoudig een gebruiker helpen binnen de Windows Virtual Desktop omgeving. Robin, nog even heel kort vraagje. Ja. Ik zie Microsoft zelf ook vaak op dit moment Quick Assist. Als alternatieve shadowing tool aanbieden. Patrick van den Born geeft in de chat al aan dat Teams tegenwoordig ook vaak gebruikt wordt voor het stukje screen sharing en meekijken. Hebben jullie daar ook ervaringen mee? Of is, want het komt wat legacy over om het nog op deze oude manier te doen. Ja, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Hè. Remote assist, dit zijn wat built-in mogelijkheden. Je hebt ook third-party ops die je kan gebruiken hiervoor. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om dit uit te voeren. Ja, klopt. En is er ook een manier die jullie voorkeur heeft? Of? Nou, Quick Assist is wel fijn. Het zit gewoon natuurlijk in Windows 10. Het is ook wel echt geoptimaliseerd voor remote assistance. En je hoeft er natuurlijk eigenlijk heel weinig voor in te stellen. Je wisselt een cijfertje uit en dan kan je eigenlijk al iemand overnemen. En dat maakt het wel heel fijn. Maar we wachten eigenlijk nog ook wel op iets meer vanuit de Azure Portal, moet ik zeggen. Want ja, dat zou toch eigenlijk wel heel erg fijn zijn als je daar heel simpel kan gaan doen. Ja, ik wou net zeggen dat het gewoon vanuit de portal geïnitieerd kan worden en gemanaged. Ja, echt meer een beheerconsole, ook echt voor de sessies van de gebruiker. En dat mist natuurlijk nou nog een beetje. Dat klopt. Ben ik met je eens. Dankjewel. We gaan over naar het laatste onderwerp. Disk performance, storage performance komt er nog even achteraan. Dus ik zou zeggen, pak nog even lekker een drankje en een chippy erbij. Dan is dit het laatste onderwerp. Premium SSD. Als we naar WVD kijken, premium SSD is wel het uitgangspunt. Of zou het moeten zijn. Je hebt toch wat IOPS nodig voor performance. Dat weet eigenlijk iedereen sowieso in de IT. En aangezien wij vaak de boel implementeren, moeten we dat ook meenemen natuurlijk richting zo'n oplossing. Je ziet ook het maximale aantal IOPS bij premium is 20.000. En bij standard SSD is dat nog maar slechts 6.000. Dus dat houdt niet over. Tijdens de uitrol van de WVD kiezen we dus inderdaad premium SSD. En daarvoor is het wel nodig dat de VM instance size, dat die een S bevat in de naam. Want daarmee ondersteunt hij ook premium storage. Zit er geen S in de naam, zul je dus ook geen premium storage kunnen selecteren. Dus hou daar even rekening mee. De SLA is belangrijk. Die wordt 99,9 bij premium SSD. Terwijl bij de andere vormen, de lagere vormen, overigens is WVD niet compatible met ultra disk of iets dergelijks.
Dus ja, premium is eigenlijk het hoogste selecteerbare. Dan zit je in ieder geval ook aan de hoogste vorm van de SLA. Nou, zoals gezegd, je kunt naar de 20.000 IOPS, dan moet je wel kiezen voor de, moet je wel gaan naar de P80. Die staat eigenlijk niet in het screenshot, die zou nog meer naar rechts staan. Dan heb je het wel over een flinke disk die je in WVD zelden zal gebruiken, omdat die echt behoorlijk groot is. Belangrijk is ook dat je tegenwoordig heb je een zogenaamde bursting capaciteit. En dat betekent dat je normaal zou je bij een, P3, zou je IOPS 120 hebben en 25 MB per seconde throughput. Maar bij de burst heb je maar liefst 3500 IOPS en 170 MB throughput. Dus die burst is een enorme hoeveelheid extra capaciteit die je tijdelijk krijgt. Zoals je daaronder ook ziet, de max burst duration is 30 minuten. Nou, hoe werkt dat eigenlijk in de achtergrond? Nou, alle disk sizes kleiner dan P30, die hebben de bursting optie. Waarom kleiner dan de P30? Nou, dat zie je hiernaast. Bij de P20... is de hoeveelheid IOPS nog 2300. En dus heb je baat bij bursting naar 3500. Bij P30 is de hoeveelheid IOPS 5000. Dus ga je niet omlaag beurt. En hetzelfde geldt ook voor de throughput. Die is bij een P20 150. Wanneer je gaat bursten 170. Maar bij de P30 is die al 200. Nou, bursten, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou, je bouwt credits op. Als de VM opkomt, begint hij met volledige credits en kan hij dus een half uur lang gaan bursten. Heeft hij zijn credits opgebruikt, ja, dan gaat hij gewoon weer naar zijn normale IOPS en zijn normale throughput. En zit je daaronder, dan gaat hij weer credits opbouwen, totdat je weer maximaal een half uur kunt bursten, et cetera. Nou, dat zien we hier ook een beetje terug. Hè? Je hebt een bursting bucket. Daarin verzamelt hij eigenlijk jouw credits, jouw tegoed. En op het moment dat dat nodig is en je hebt tegoed, dan kan je gaan bursten. En wanneer heeft dat zin? Nou, met name eigenlijk bij hevige pieken gedurende wat kortere tijd. Dus bijvoorbeeld boot times. Op het moment dat je die bursting capaciteit hebt, zul je merken dat die boottijden echt enorm verkort worden. Dus flink sneller zijn. Maar ook bijvoorbeeld Windows Defender, als die even lekker gaat knallen, hè, op zoek naar antivirus en dergelijke, dan zul je ook zien dat die bursting credits goed van pas komen. Nou, waar gaat het om bij WVD? In principe om de P10. Die je daar over het algemeen bij krijgt. En dat betekent ja, 500 IOPS. En dat je mag bursten naar 3500. Dus dat is wel even lekker 7 keer zoveel. Dus het is zeker relevant in een WVD-omgeving dat je mag bursten. Nou, de standaard is de C, dus 128 gig. En dat is het standaardformaat bij WVD. Ja, als je meer ruimte nodig hebt, dan kun je eventueel kiezen voor 256, krijg je ook meer IOPS. Maar het bursting verhaal, dat blijft eigenlijk steeds intact. Tot aan natuurlijk de P30, maar dan heb je het al over 1 terabyte disk. Zullen we in WVD misschien niet zo vaak zien. Nou, laatste storage onderwerp is dan storage voor FS Logix. Ook daar is het handig om te gaan kiezen voor premium, in dit geval West Europe. En dan account type is file storage. En dan de redundancy, die kan je zelf eigenlijk bepalen, die replication. Waarom hier ook weer premium? Nou, omdat je premium file shares kunt laten doorgroeien naar 100, vanuit minimaal 100 gig. Naar 100 terabyte, nou dat kan een standaard file share ook nog. Maar de IOPS, daar zit het verschil in.
Bij een standard fileshare 10.000 IOPS, bij een premium fileshare 100.000 IOPS. Dus het maximum ligt veel verder. Nou, dan heb je daar ook nog een throughput. En dan moeten we even kijken naar een ander tabelletje. Want ook daar heb je bursting. Je baseline IOPS is namelijk 1 IOP per 1 gig. Dus 1000 gig is 1000 IOPS. Maar ook hier mag ik weer tijdelijk gaan bursten. En in dit geval vind ik bursting heerlijk, want mijn performance neemt toe. Dus keer 3, dus dan krijg ik eigenlijk tijdelijk 3 IOPS voor iedere gig. Dus dat is knallen. Sorry, Gert-Jan, als ik nog even onderbreek. Ja. We hebben een vraag vanuit de chat, dat van Manfred de Laat. Die vraagt hoeveel credits je in je bursting bucket hebt, of je dat ergens kan zien, bijvoorbeeld in een Log Analytics workspace, of dat je dat kan bijhouden, of dat je kan zien dat die tegen de limieten aanloopt. Ja, voor zover ik weet is dat een metric die je inderdaad kunt uitlezen. Je kunt natuurlijk ook zien wat jouw huidige IOPS is en hoe ver je onder je normale maximum IOPS zit. En op dat moment zul je dus inderdaad credits gaan verzamelen. Maar volgens mij is die bucket inderdaad inzichtelijk door middel van een metric. Oké, okay. Edmond, dat is je antwoord. Dankjewel, Jan. Ik heb zo even niet begrepen exact de naam van de metric. Maar ik weet wel dat ik hem voorbij heb zien komen. We zien hier de provisioned capacity van 100 gig. En dat levert dus burst IO's van 300 gig op. Dus dat is ook weer hier erg leuk. Je ziet er overigens wel dat je op het moment dat je een provisioned capacity hebt, dan kun je die maar één keer in de 24 uur verlagen. Dus denk daar even goed over na. Verhogen kan altijd. En dan gaat het er ook om dat bij een premium fileshare dat je altijd een rekening krijgt voor de provisioned share size. Dus pak jij hier als provisioned capacity 100 gig en gebruik je maar 5 gig, jammer, maar jouw provisioned size is 100 gig. Daarvoor word je ook, krijg je de bijbehorende IOPS en die reken je ook af. Ja, dan zijn we aan het eind gekomen van deze presentatie. En dan willen we jullie eventueel graag nog in staat stellen om eventuele vragen te stellen. Of wat je van het hart moet. En willen we even het kanaal openzetten om die vragen te stellen. We zien hier overigens de QR-code voor het follow-up blog. Waarin je veel van de referenties kan terugvinden die we hebben vermeld tijdens de presentaties. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. Graag mannen, dankjewel. Graag gedaan. Even kijken of er wat voorbij komt. Je mag hem ook typen overigens, dan stellen wij de vraag. Ja, je mag ook eventueel je microfoon aanzetten. Dan schreeuwen we het erin. Ja, misschien wel net zo makkelijk. Ook als je niet kunt schrijven, dan kun je altijd nog praten. Gert-Jan, ik heb nog een vraag. Welke type machines zien jullie in de praktijk veel gebruikt? Natuurlijk heel van use case, maar de DE versie 4, zowel eigenlijk ook van Intel, maar in steeds grotere mate ook de AMD variant daarvan. Yes. Ja. Omdat het eigenlijk heel compatible is, hè. Sowieso zit die hypervisor er tussen, dus ja, dat het AMD Intel is, maakt dan misschien iets minder uit. En het is prijstechnisch, is AMD gewoon best wel voordelig. Ja. En hetzelfde eigenlijk ook bij de GPU's. Ja, wat ik net vraag. Dan krijg je ook best wel veel waar voor je geld. En het zijn wat kleinere VM's, zodat je meer VM's van hetzelfde kunt uitrollen. Waardoor er een VM ook misschien weer eerder beschikbaar komt om hem down te brengen als er geen gebruikers meer op zitten. Ja. En F-series? F-series, ja, dat hangt een beetje van de applicaties af. Sowieso, als ze meer CPU of juist meer memory nodig hebben, ja, dan gaan we daar naar kijken. Maar vaak beginnen we met de D-variant. En als we dan een bottleneck tegenkomen, hetzij op memory, hetzij op CPU, ja, dan gaan we naar die specialere versies kijken. Ja, oké, thanks.
Jo. We hebben nog een vraag van Frank. Die vraagt of voor Azure Files de transaction optimized betaal je voor het aantal GB wat actief is. Maar ook het aantal IOPS wat berekend op de storage die in gebruik is. Klopt dat? Even kijken, is Azure Files Transaction Optimized? Daar heb ik geen ervaring mee, moet ik zeggen. En zeker niet in combinatie met WVD. Helaas. Stefan, weet jij dat toevallig? Nee. Ik heb er ook geen ervaring mee. Even kijken hoor. Heeft er nog een? Is Azure Files Transaction Optimized nooit aan te raden in verband met geen beurscapacity of voor kleinere omgevingen nog te gebruiken? Ik denk dat we die ook niet weten, aangezien we de eerste vraag niet willen beantwoorden. Nee, het is niet iets wat we eerder hebben toegepast. Juist omdat die bursting ook vaak een heleboel al oplost. Het is redelijk nieuw. Je moet overigens wel rekening houden met het feit dat de VM ook een bepaalde throughput heeft. En dat die ook maximale waarden scant. Dus je kunt wel heel veel disken toevoegen met heel veel IOPS. Maar die VM moet dat ook nog aankunnen. Maar in WVD-omgevingen gaat het meestal om één disk, dus dan heb je die belemmering niet. Zeker. Marcel stelt nog een vraag. Wat is jullie mening met betrekking tot het gebruik van Azure Active Directory Domain Services voor WVD-omgevingen? Naar mijn mening, op dit moment niet bruikbaar vanwege het ontbreken van de SSO-ondersteuning. Ik ben dat met je eens, Marcel. Ik denk dat de heren dat af kan zijn. Ja, dus wat we inderdaad al tijdens de presentatie aangaven. Dit is gewoon een heel groot gemis. En in grote productieomgevingen wil je dit niet. Waar het bijvoorbeeld wel geschikt voor is, bijvoorbeeld kleine testomgevingjes. Die bijvoorbeeld helemaal geïsoleerd moeten zijn, los van het productiedomein. Ja, daar zijn dit soort dingen wel weer mooi voor. Maar ja, single sign-on ga je er niet in krijgen. Dus ik deel ook die mening. En ik denk dat het grootste verschil ook zit uiteindelijk het management. Dus een AADDS omgeving zal je toch met een of andere management server naartoe moeten gaan. Om dingen zoals group policies te kunnen managen. Ja. Ja, uiteindelijk, en dat is een beetje het trieste, is het 2012 R2 niveau. Dat zijn die domain controls die Microsoft daarin uitrolt. En dat betekent eigenlijk dat je best wel achterhaald bezig bent. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus ik denk ook dat je het meeste zal zien dat mensen een zeg maar bring your own domain controller uitvoeren. Waarbij ze gewoon één of twee domain controllers in Azure draaien. In plaats van AADDS. Ja. Ja, nog wel. Nog? Totdat onze session hosts gewoon in Azure AD gejoind kunnen worden. Ja. Dat mag ook allemaal. Dit is trouwens ook wel een interessante vraag van Leon. Kunnen AAD guest accounts inloggen op WVD? Volgens mij niet, want je kan geen licenties koppelen aan een guest account. Alleen, want ze moeten ook bestaan in het lokale, in het domein waar de host gejoind zijn. Dus daar loopt het ook vast. Je krijgt ze niet terug gesynkt, zeg maar, naar de on-prem omgevingen. Even kijken, je hebt dan cloud-only beheer met AADDS. Ja, dat is een klein voordeel, dat moet ik nageven. Het is natuurlijk een managed service, dus je hoeft die domeincontrollers niet zelf te installeren. Aan de andere kant, ja, je bent natuurlijk nog steeds inhoudelijk verantwoordelijk voor je AD. Ja, ik kijk ook wat het kost, hè? Ja, Robin gaf net aan voor een testomgeving, maar dan vind ik het best wel. Nou ja, goed, we hebben een paar klanten gehad die dat op die manier wilden. Ja, het is de goedkoopste is volgens mij, maar ook 19 per maand, geloof ik. Ja, kun je beter in de domeincontroller inzetten als test, denk ik. Ja, ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb bedragen al sneller zien oplopen. Ja. Op een B2S'je van €40 per maand kan je beter een domeincontroller draaien voor je testomgeving, denk ik. Met een eigen forest waar je dan je teststukje doet. Denk je dat makkelijker is om dat zo te gebruiken? Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik ga er vandoor, jongens. Yes, Bas, jij ook, dankjewel. Top avond. Dankjewel, Bas. En tot ons naar de volgende. Cheers. Jo, tot later. Doei, doei. Thanks, doei.
Ik ga eventjes van de gelegenheid gebruik maken. Ik zie dat er al een aantal mensen inmiddels ook al weg zijn. Wat we eigenlijk nog eventjes op het einde wilden doen, was even polsen wat jullie zelf de volgende sessies willen zien. Daar heb ik weer een mooie Mentimeter slide voor voorbereid. Dan kunnen we zo gewoon nog even verder met de vragen. Maar dan kunnen we in ieder geval eventjes kijken wat daar nog uitkomt en waar er eigenlijk behoefte is voor volgende sessies. Dus ik zal eventjes... Nou, ik lees in ieder geval fijne commentaren, dus dat helemaal top. Even kijken. Ja, Stefan, wat is de code? Wat is de code? Ja, roep het. Die URL geloof ik wel, maar wat is de code? Maak ons helemaal gek. Ja, wacht nou, wacht nou. Diep hem in de chat, diep hem in de chat. Zo was de code. Kom op. Even kijken. Ja, maar het is ook leuk om gelijk de resultaten te zien. Maar ik zit altijd een beetje te kloten met mijn... Ja, maar we raken mensen kwijt, Stefan. Ja, rustig. Ik zweet wel helemaal hier. Komt-ie. No pressure, Stefan, maar wel opschieten nu. Ja, daarom. Ja, en dan gaan we... Ik heb 3 schermen, dus 2 keer gaat het nog fout. Dan komt de goeie. Ik ben benieuwd of dit de goede is. Yes. Ah, ja. Hier, gewoon in één keer. Daar is de code, jongens. Daar is de code. Ik werd helemaal menti van me. Ja, kijk, wat ik zie, waar er voornamelijk denk ik veel behoefte aan is... Ik denk dat uiteindelijk onderaan de streep er heel veel mensen prima in staat zijn om een WVD-omgeving uit te rollen. Dat wil zeggen door de portal heen te klikken, handmatig een image te maken, de software erop te zetten en de eerste hostpool uit te rollen. En dan hebben we 15 of 50 machines draaien, maar dan. Er zullen updates moeten plaatsvinden, er zullen applicatie-updates moeten plaatsvinden. Zo, kijk eens. Oh. Al volgende keer moeten we 2 keer zo snel praten, Robin. Volgende keer een half. Als je heel veel Azure DevOps, heel veel imagebeelden, ja. heel veel updates en dat soort zaken allemaal. Ik denk dat het eigenlijk wel heel erg duidelijk is zo. ik zie Esther ook helemaal gaan glimmen nu. Ja, ik denk dat Esther wel wat op de plak heeft liggen. Oké, hiervoor, of niet? Nou, toevallig. Was ik vorige week bij een user group. Ja. Alhoewel, en bijvoorbeeld ook troubleshooting wordt aangegeven. DevOps, dat is ook wel een leuke spreeks demo's. Ja, dat snap ik. Ja, ik kon het niet laten, sorry. Oh, het is van jou. Go. Dit is waarom dat je organisatoren niet moet laten meedoen, Niels. Ja, Azure DevOps, automation, image management. Apps. Nou, leuk. Cool. Misschien inderdaad in plaats een bring your own session, een bring your own troubles voor live troubleshooting. Op voorhand aangeven cool. Hoeveel en welke waar je tegenaan loopt. En die met meerdere mensen behandelen. Of hoe je daarin verder kan komen. Tijdens of richting aangeven wat je gewoon een stappenplaatje, hoe je hem kan afpellen, zeg maar, je issue, zoiets. Ja. Ja, cool. Ik zie ook nog verschil RDS staan. Oh, daar blijf ik. Ja, ik denk toch wel. Ik denk dat image management nog steeds een hot topic is. Ja, hoe doe je dat nou? Wat is handig? Wat zijn de best practices daarin? Ik denk dat dat dan leuk is om het over te vertellen de volgende keer. En het zou heel gaaf zijn om. Ik zie hem toevallig wat kleiner erbij staan. Extreem grote omgeving. Ja, waar ga je tegenaan lopen? Welke limieten? Gaan we tegenaan lopen. Dan hebben we het niet alleen maar over de basisdingen zoals IP-adressen, maar ook gewoon de limieten van een hostpool, de limieten van een subscriptie, de limieten van published applicaties.
Ik denk voornamelijk heel vet om een keertje met iemand te spreken die zo'n uitrol heeft gedaan. Ik ken er eentje, maar die is wel Engels. Goh! Hè? Wie zou dat nou zijn? Ja, misschien is het toch wel een idee om iets vanuit een MSP-gedachte of zo eens te kijken. Van, ja, hoe kun je nou op een zo generiek mogelijke manier zoveel mogelijk omgevingen bedienen? Ja, dat je centraal image management doet in je eigen DevOps-omgeving. En dat vanuit daar die subscriptions koppelt met service principles om die omgevingen uit te rollen. Zoiets, ja, bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk ook Lighthouse eronder liggen. En dus vanuit die weg heb je natuurlijk al een soort van ingang. Ja. Zeker. Ja, als dat nou nog helemaal compatible wordt, dan heb je helemaal een mooie oplossing. Maar het wordt wel steeds beter, de integratie. Ja. Ja, en wat Sander natuurlijk voornamelijk bedoelt, is geen oplossingen bouwen klantspecifiek. Maar een soort van overkoepelend framework, een overkoepelende automatiseringsstap om inderdaad voor meerdere klanten je WVD-omgeving uit te rollen en te beheren. Precies. Ja. Maar had je nog meer vragen, Stefan? Had ik nog meer vragen? Ja, ik zie mijn Mentimeter roepen, wacht tot de presentator de volgende vraag laat zien. Er staat er nog eentje klaar. Maar dat is eigenlijk voornamelijk een feedback slide. Dus wat vonden jullie ervan? Die kunnen we natuurlijk ook gewoon starten. Maar ik zag nog een aantal dingetjes binnenkomen, maar ik zal hem... Je kunt overigens ook een berichtje achterlaten op de Meetup-pagina, waar daar gewoon een veld voor is. Ja, en ik denk dat we daar uiteindelijk ook nog eens een keer diezelfde poll gaan doen. Ja. Om vervolgens, kijk, ik weet in ieder geval iemand die hier in de call zit met een camera aan, die ook heel veel met automation heeft gedaan. Sander? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Ja, we hebben al eens contact gehad op een... ik kijk wel echt uit naar de volgende contact. Ja, ik heb met heel veel plezier jouw laatste blog gelezen over het beheren eigenlijk van verschillende image versies met Log Analytics. Die vond ik wel echt heel gaaf om te zien. Ja, tipje van de chef. Die vond ik echt heel, heel goed. Dat is fijn om te horen. Ik denk dat we een beetje gaan afsluiten, Stefan. Ik denk dat er niet heel veel feedback verder gaat komen. Nou ja, wat mij betreft in ieder geval echt een onwijs geslaagde avond. Ik ben heel erg blij dat er uiteindelijk volgens mij rond de 70 mensen op een gegeven moment in de meeting zaten. Ja, dat kun je bijna afronden naar 100. Ja. Doen we ook gewoon. Meer dan UK in ieder geval, toch? Nou, ik begreep laatst dat Microsoft ook gewoon screenshotjes bewerkt voordat ze worden gepost op internet. Dus wij kunnen gewoon een screenshotje bewerken en daar een ander aantal op zetten. Dat is geen enkel probleem. Daar heb ik geen enkel probleem mee, inderdaad. Nou, er was nog één vraag. We hebben nog een vraag. Ja. Licentievraag. Wat als je WVD gaat hosten voor een klant in een aparte tenant Azure AD? Ja, in principe is het met name compliancy. Hè? Dus op het moment dat die eindgebruikers inderdaad beschikken over een licentie, dan zouden ze compliant zijn. Ja, je kan wel waarschijnlijk wel inloggen, maar je bent niet compliant. Hetzelfde als zeg maar, met het gedeelde Exchange Online mailbox verhaal. Je kan met meerdere mensen op één mailbox inloggen, maar het mag niet. Ik denk dat ongeveer dezelfde strekking is. Ja, ja. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, je zit er volgens mij mee dat deze eindgebruikers een nieuw identity in de aparte tenant / Azure AD krijgen. Ja. Dus zij zijn op zich nieuwe users. Ik weet niet of je dan inderdaad nog je 365 licentie kan hergebruiken. Nee, ik denk het niet. Helaas. Nee. Helaas. Alright, was hem denk ik iedereen. Volgens mij ook. Ik vond het, ik heb hem natuurlijk ook al een keertje de presentatie gezien. Maar zelfs na de Microsoft Meets Community vond ik dat er nog genoeg nieuwe en interessante onderwerpen aan bod kwamen. Absoluut. Ik vond ook voornamelijk de deep dive in de Universal Print vond ik wel. Het is op een gegeven moment een keertje ergens genoemd.
Ik denk dat er ook nog steeds wel andere oplossingen zijn, maar uiteindelijk Universal Print, één print server, die connector, dat wel heel veel voordelen uiteindelijk kan hebben. En zeker als printers het ook goed gaan ondersteunen. Dus dat vond ik wel interessant om te zien. Ik had mezelf ook opgegeven voor die preview. Maar eigenlijk nooit wat mee getest of gedaan verder. Dus dat vond ik persoonlijk wel een erg interessante. Ja, je hebt maar 25 uur in een dag, hè? En dan heb je nog de nacht. Oh ja. Nou ja, je komt gewoon tijd tekort. En ja, fijn om te horen, Stefan. Sorry? Is fijn om te horen. Ja, nee, dat waarderen we zeer, zulke input. Nou, graag gedaan. Jullie bedankt voor jullie sessie. Heel fijn dat jullie deze willen geven hier al bij de user group. Ja, graag gedaan. Dat is goed, jongens. Zo. Dat is echt top. Ja, hartstikke bedankt iedereen. Top. Ja, en ik denk dat een van de volgende voornamelijk gefocust is op automation. Ja, ik denk wel dat je dan inspeelt op een behoefte, ja. Ja. Ja, ik denk, maar uiteindelijk ook met image management, het gaat om het proces wat je daarvoor eigenlijk op papier zet. En je hoeft ook niet gelijk full-blown, volledig geautomatiseerd van start tot finish te gaan automatiseren. Nee, maar dat vind ik met automation ook. Dat je moet gewoon blijven bij de tooling waar jij je prettig bij voelt. Ja, maar je kan het ook stapje voor stapje doen. En als dat betekent dat jij wel met een ARM-template bij wijze van je master VM, je image VM gaat uitrollen, vervolgens daarop inlogt en handmatig een SSM-tastsequence aftrapt of een MDT-tastsequence aftrapt of gewoon... Ja, zoals ik het altijd noem, poor management SCCM. Dus gewoon 30 scriptjes onder elkaar die jij één voor één aanklikt en daarmee jouw basisimage maakt. Om vervolgens steeds een stapje verder te kunnen automatiseren, totdat jij een proces hebt staan vanuit de techniek om jouw image te gaan bijwerken. Ja, dat is ook de sleutel, hè? Dat je het stapje voor stapje doet. En uiteindelijk kom je in een volledig automatiseerd proces. Je moet baby steps, want het is gewoon echt het is een heel groot proces om dat afgelegd te automatiseren. En dat kost je ook gewoon tijd. En je moet ook, het is dan ook niet te overzien wat je allemaal gedaan hebt. Omdat je dan van de ene fout naar de andere loopt en dan eigenlijk niet meer weet waar je bent. Ja, absoluut. Maar de pauze is daar even duidelijk. Dus ja. Maar ik denk ook sowieso dat de leercurve voor het hele automation, voor Azure, voor ARM templates, is best wel heel erg steil. Het is, de meeste gebruikers of beheerders of klanten, die zijn gewend om met een RDS-omgeving on-premises te werken en willen zij naar WVD toe. Het is niet alleen maar WVD. Het is het Azure platform, het zijn ARM templates, het is alles eromheen wat er in één keer op hun afkomt. Ja. Ik denk dat dit ook natuurlijk tools zoals Nerdio en NetApp VDS zijn, zodat je niet die onderliggende infrastructuur hoeft te weten. Je gebruikt drie talen door elkaar heen in het DevOps gedeelte. Je gebruikt SSCLI, PowerShell en JSON door elkaar heen. En dat is wel lastig wanneer je wat moet inzetten en wanneer het handigst is. En er is denk ik geen goed of fout. Als uiteindelijk als jij ervoor kan zorgen dat jij een consistent eindresultaat daarmee behaalt, dan is dat helemaal prima. Zeker. Cool. Absoluut. Ah, dat zijn wel leuke, dialoog met elkaar. Dit is goed begin van de volgende presentatie. Dus volgende keer, Stefan, Sander. Ja, ik denk dat we genoeg mensen hebben voor de volgende. Voor het image management, Ik had ook al een appje net van Jordi, een collega van mij. Mm-hmm. Die zegt, eigenlijk moeten we gewoon een keertje de complete DevOps-straat laten zien. Al is het alleen maar om ideeën te krijgen. Ja. Hoe het kan. Wat je ermee zou kunnen. Want je kan er zo ongelooflijk veel mee. Het is op een gegeven moment maar net waar je eigen fantasie, zeg maar... naartoe gaat en wat jij zou willen. Maar, ja, dat komt er niet goed uit, hè? Maar... wat zei je? Dan wordt het meer Lego bouwen dan images. Ja, maar daar zijn wij ook van, Esther. Ja, dat is gelijk naar Quick Deploy of zo. Dan hebben ze in ieder geval een goede start al te pakken.
Wat zei je, sorry? De quick deploy optie, dan hebben ze eigenlijk min of meer al een kant-en-klaar voorbeeld van zo'n straat. Klopt. Dat is echt al een mooi uitgangspunt. Klopt, dat is zeker een heel mooi uitgangspunt. Alleen ik denk dat je ook wel heel veel tijd kwijt bent om uiteindelijk dat te begrijpen wat er allemaal. Ja. Want daar gebeurt zoveel onder water. En dat wil ook niet zeggen dat het allemaal op de juiste ondersteunende manier wordt uitgerold. Er zitten best wel veel houtje-toutje connecties tussen om het een en ander voor elkaar te krijgen daarin. Ja. En het eindresultaat is een perfecte CI-pipeline voor je WVD-deployment. Maar het is denk ik juist interessant om die stappen zelf te maken. En dat er inderdaad naast te houden van ja, dit kan. En wij doen dat op deze manier. Ik wil die quick start, ik vind het subliem hoe die... Want het is uiteindelijk door een stagiair van Microsoft gemaakt, hè? In combinatie met... die Stefan met een hele Russische achternaam. Ja. En volgens mij was het een stagiair onder de vleugels, zeg maar, van Pieter Wigleven. Die ervoor hebben gezorgd dat die stagiair dat heeft gebouwd en heeft uitgewerkt. Klopt. Maar wat ik wel gaaf vind, is dat ze ook het customization stuk, dus als je zelf de quick start wil aanpassen, dat ze dat ook goed beschrijven. Niet dat het ineens heel eenvoudig maakt. Maar ja. Ze hebben wel in ieder geval beschreven van... Hey, op deze manier kun je zelf ook je customizations doorvoeren... en het langzaam uitbreiden. Ja. Naar een oplossing die wel past bij wat jij nodig hebt in je image. Ja. Ja, anders als we maar op zoek naar het juiste YAML-verhaaltje... dan ben je best wel even onderweg, ja. En dan kom je erachter dat YAML-veldjes heel gevoelig zijn voor spaties. Nee, nee, nee. Juist niet gevoelig voor spaties. Heel gevoelig zijn voor tabs. Ja, je moet geen... Dan moet je... ik heb op een gegeven moment... de eerste keer dat ik met YAML in aanraking kwam... dat was eigenlijk serieus gewoon met mijn home automation. Home Assistant zeker? Met Home Assistant. Oh. Yeah. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon in mijn editor... heb ik neergezet dat een tab 2 spaties is. En dan kan je redelijk snel een YAML-vel schrijven, omdat elke keer als je tap toe, zet hij gewoon 2 spaties neer. En dan gaat het perfect. Maar zodra... Maar de VS Code herkent dat toch wel, toch? Als je dan tabs gebruikt in een YAML-vel, of werkt dat niet zo? Dus ik gebruik het zelf niet zo wel. Nee. Die herkent dat niet. Nou ja, bij ons is ook, kijk, net zoals een DevOps-pipeline. Je kan uiteindelijk YAML gebruiken in jouw pipeline. Of je gebruikt releases met gewoon blokken, Azure Resource Manager, alle stappen daarin. Ja, maar je kan het ook allemaal definiëren als zijn de YAML-files. En dan weet ik dat die collega van mij op dit moment daarmee bezig is. Maar nee, ik ben daar zelf ook niet heel erg mee bezig op dit moment. Nee, ik gebruik zelf Packer met de release pipelines. En dan kun je vanuit Flow of vanuit een Power Automate kun je variabelen naar je release pipelines toesturen om... op basis van zo'n Power Automate een DevOps straat af te tikken. Ja. Dat is wel gaaf. Ja, dat is wel cool. Heel vet. Ja, ja, en dat je volledige image management met Packer hebt. Ik heb er ook een link in gedeeld in de chat. Dat is een volledige blog van Tom Hickling. Een Global Black Belt voor de Windows Switcher Desktop. Ja, die heeft echt wel gebruikt. Ja, ja. Ik denk dat bij iedereen die Packer gebruikt, die heeft gebruikt. Ah, dat is fantastisch. Die legt alles van A tot Z uit. Hoe je key vaults gebruikt, hoe je Azure Files mount, hoe je de applicaties aftrapt, hoe je PowerShell in JSON gebruikt, noem het allemaal maar op. Ja. Dus dat is, ik ben er wel een paar dagen mee bezig geweest om het werken te krijgen. Want het is de eerste keer dat ik dat ging gebruiken. Dus, maar het was wel cool. Dat is echt een aanrader om mee te starten. Ja, ja. Nou, wij gaan hier eventjes afronden. Yes, Gert-Jan, Robin, ontzettend bedankt. Ontzettend bedankt voor de presentatie. Ja, nee, zonder meer graag gedaan. Jullie voor de uitnodiging. En heel veel succes met het bepalen van de volgende agenda. Gaat zeker goed komen, dankjewel. Ja, ik ben er ook weer bij, maar dan gewoon lekker om te luisteren. Juist, juist. Het is ook wel relaxed, kan ik zeggen. Klopt. Klopt. Hey, dankjewel Gert-Jan en Robin. Fijne avond. Ja, dankjewel. Ik zal ook gelijk de recording stoppen.